krijgen. En volgens mij komt nu de echte missie, want we hebben nu die auto die we nodig hebben. En nu kunnen we eigenlijk aan de slag. Maar nu begrijp ik ook wel waarom heist zeg maar zoveel gehyped worden. En waarom die zoveel geld verdienen eigenlijk. Omdat je natuurlijk een heist echt ook in meerdere stappen moet proberen te voltooien. Dat maakt het wel gelijk veel interessanter. Ja, precies. Nou, dat is een beetje raar als je in één keer inderdaad een bank binnenlopen. Hè? YOLO, ik heb geen voorbereiding. Maar kom hier voor het geld. Zo werkt het uiteraard niet. Ik moet zeggen, deze auto is zo fijn qua... Stel voor je crasht, dan kun je echt binnen een aantal seconden keer je jezelf weer back in the game, als het ware. Ja, hij tolt heel snel, omdat hij zo hard gaat, volgens mij. En hij was 750.000. Ja. Oh man, deze die wil ik ook. Ik zweer het je. Maar een appartement... Wacht even, ik wil heel even snel kijken hoe duur het appartement hier is. Er is hier namelijk een appartement en ik ben eigenlijk best wel... Een auto midden op de weg. Ja, gewoon even kijken hoe duur het appartement is, hoor. Die is... Hier kan nog steeds geen heist mee spelen, hè? Deze is 146.000 maar. Maar oh, maar dan kun je geen heist. Dat weet ik niet. Maar hoezo kun je er geen heist? Oh, natuurlijk. Omdat je een heist hebt, heb je een speciale heistkamer voor nodig, of niet? Ja, dan heb je moet zo'n hoog appartement. Oké, rij je er nu even naartoe? Oké, is goed. Ja, omdat ik even uitstapte, ben jij waarschijnlijk achter het stuur gaan zitten. Ja, dat had ik niet eens door. Ondertussen ben ik even aan het kijken wat voor bazen er allemaal wel niet zijn. Die massaal aan het meetvieren zijn met hashtag doe me live. Tenminste, ik hoop dat er een aantal van die grote bazen tussen zitten. Meestal wel, en op dit moment zie ik er inderdaad ook weer een hele hoop. Even kijken. Mooie auto hoor, kuch. Dat weet ik, kuch. Het is inderdaad een hele epische auto. Even kijken. Zo, we zijn in ons garage. Super awesome dat jullie allemaal kijken, jongens en meisjes. Blijf natuurlijk lekker mee tweeten met hashtag doe me live. En laat ons natuurlijk vooral even weten wat jullie nou eigenlijk vinden van de livestream. Want daar zijn wij namelijk heel erg benieuwd naar. Snap je ook even uit? Oh ja. Ja, ik ben uitgestapt. Kijk, ik heb hier ook nog een motor. Die motor kan je trouwens ook kopen, hè, als je wilt. Die is te duur. Ja, ik probeer gewoon eens een keer mijn controle onder... Nee, onder de tafel mijn controle houden is een drama. Ik kan hem beter boven de tafel houden. Ja, ik heb mijn handen gewoon op mijn bureau met mijn controle ding. Ja, precies, dat heb ik ook. Maar ik dacht van misschien even kijken of het anders kan. Oh, moet ik in de lift? Ja, dan gaan we naar boven. Ik kan de lift niet in. Serieus? Moet. Jawel. Ik sta ervoor, maar er gebeurt niks. Druk is? Ja, dat kan dus niet. Ik zie niks. Oh, nu wel. Ik moest er echt naartoe lopen. Nu zie ik het inderdaad. Oké, mooi. Nu drukt hij. Met mijn mooie groene cap, jongens en meisjes. Kijk, mij is swag vol zijn met mijn cap en mijn blouse die mooi onder een soort van zijdezachte jas zit of iets dergelijks. Ziet er heel chic uit in ieder geval. Ik heb een nieuw bloedoog. Moet je bij mij eens kijken? Ja, ik heb een dik litteken bij mijn lip, joh. Kijk bij mijn oog. Maar krijgen we dat dan ook echt omdat we namelijk heel veel in gevechten raken en dergelijke? Ja, dat slaat gewoon op. Oh, dat is wel heel erg vet hoe ze dat doen dan. Next mission. Ik ben heel benieuwd. Start Final Heist. 115.000, Dylan! Wat? Kijk dan, reward! 115.000! Dit wordt voor de volgende, hè? Dit wordt voor de volgende. Dit is toch deze heist die we nu gaan doen? Ja, dat bedoel ik. Maar 115.000 is sick, ouwe! Ja, staat hier naar rechts, to start final heist. Er zit Let's go, Dylan! Waarschijnlijk. De final heist, ik heb er zin in. De finale van de eerste heist, zeg maar, denk ik. Dit is echt episch. Hier gaan we veel voor krijgen, hè? 115.000, dan krijgen we gewoon meer dan 50.000 per persoon. Dit is echt chill. Dit is heel sick. Je kan gewoon een garage of een appartement al kopen. Oh, ik ben zo benieuwd. Precies, dat is dus het chillen aan die heist. Nu begrijp ik waarom mensen ook elke keer zeiden bij de video's van Job, ga nou eens een keertje een heist doen, jongen. Dan verdien je veel meer mee. Ja, dat is waar inderdaad, je verdient er echt veel meer mee. Want ik bedoel, ik heb nu 110.000. Ja, ik bedoel, je doet één zo'n heist. Je hebt de helft van dat geld waar je echt super lang verspeeld heb je in even een uurtje of zo. Half uurtje heb je dat weer terug. Klopt. Of extra eigenlijk, want we hebben er niks voor gekocht. Dus ik ben heel benieuwd. Maar hoe lang zou zo'n heist duren? Daar ben ik eigenlijk best wel benieuwd naar. Het ligt aan hoe vaak je doodgaat, hè? Ik denk in principe namelijk best wel lang. Nou, ik denk het... Nou, ik weet het niet. Voor hetzelfde geld, want we hebben nu natuurlijk al best wel veel dingen gedaan. Dus de heist die duurt eigenlijk technisch gezien nu al best wel lang. Fireworks, you know. Die kerel die doet ook helemaal niks met zijn stokkie. Die is alleen maar een beetje opdrachtjes aan het geven van hoe wij het moeten doen. En wij doen het maar. En waarom we nog zo'n laag level zijn, is omdat we pas eigenlijk... Jij krijgt wel veel meer. Jij krijgt wel veel meer geld dan mij, maar dat is niet erg. Echt waar? Jij krijgt 69.000. Ja, dat zag ik net achter staan. Kijk maar, ik krijg 49.000. Dat kan ik volgens mij nog aanpassen, hoor. Serieus? Ja, dat had ik gezien. Ah, waarschijnlijk omdat jij de lierde bent, krijg jij meer. Of niet? Ik weet het niet, maar volgens mij kan ik het zelf bepalen. Volgens mij kan ik jou zelfs meer geven. Oh zo. Nou, we zullen het zien. Ik ben heel benieuwd. Ik moet zeggen, we verschillen niet heel erg veel van level. Jij bent natuurlijk wel level 17, maar ik ben level 13. Dus misschien lopen een beetje gelijk op eigenlijk op dat gebied. Nee, maar ik begrijp nu meer hoe dit werkt. Dus je hebt nu eigenlijk één echt voorbereiding missie. Dan ga je die voorbereiding uitvoeren en dan komt de finale. En dat is dus deze. In die finale kan je het geld en zo zelf verdelen.
Volgens dat mij. Is eigenlijk gewoon een soort van stappenplan eigenlijk wat je doet. Want je gaat eerst ga je dus kijken waar is de plek waar ik de heist wil doen. Dan ga je kijken van wat heb ik ervoor nodig. Nou, dan moet je dat natuurlijk nog proberen te in. Oftewel die auto bij die gangsters. En dan kijk je van hoe ga ik nou de heist officieel beginnen met de dingen die ik heb. Nou, klopt. Dat doen we nu. Mensen in de chat vol te spammen. Allemaal rare tekens. Moet ik even... Wacht even hoor. Wacht, is dat begonnen? Nee, toch? Nee. Er is nu alleen nog maar een cutscene van een dikke man met een bril en een stok die allemaal dingen aan het vertellen is over vuurwerk en dergelijke. Oké. Okay. Die kerel is niet helemaal goed, geloof ik, maar dat maakt niet uit. Die kerel is niet goed, jongens en meisjes. Let er niet op. Met zijn stok en zijn Rolex of zijn mooie rode horloge. Zo, oké, ik ben klaar. Nou, good luck. The plan. 1. Go to Lester's factory. Get in. Oké. This is the final heist board. Here you can view the setup of the heist and how each heist member will be involved. Oké, wat ben ik? Ik ben de driver en jij bent de driller. Wat is het inderdaad? Ik heb geen idee. Jij doet 60% van de rol, dus jij krijgt... Of nee, jij krijgt 60%. Oh ja, nu kun je dat in. Ja, ik krijg nu nog een uitleg. This chart shows the total take for the heist and how much each player will receive from the total take. Oh ja, voor de mensen die het niet begrijpen, hier staat zeg maar hoeveel er in totaal verdiend kan worden en wat elk persoon krijgt. En dat kan Dylan nu zeg maar invoeren, zo werkt dat. Ja, wanneer mijn tutorial is afgelopen. Oh, je krijgt een korte tutorial natuurlijk. Ja. Ik vind het wel erg leuk hoor, zo'n heist, to be honest. Ik vind het erg tof. You can view the selected player statistics here. Wanted. Bij mij staat wanted. Ja, klopt. Ja. Gast, je schiet gangsters dood. Je reist met een racemonster. Ja, oké. Ik eigenlijk ook wel een beetje. Want ik ben soms ook wel een beetje achter het stuur. De persoon die alles doet. Oh, de driller. Dat is de kerel met zo'n drillboard. Die dan zeg maar door de kluis heen drillt. Oh ja, ik zie het al bij Gears staan. Episch. This map is where you can view a rough location for each of the tasks and signed. Oh, die precies hetzelfde. Zelfde tutorial. Ja, ik krijg ook een beetje te zien. Tenminste. Ja, ja, oh ja, nu kan jij nu kan ik het instellen. Is dat lastig of is dat heel makkelijk? Hier, kijk, oh, ja. Kijk, zie je? Oh, zo. En nu kun je het gewoon... Nu hebben we allebei 50%. Oh, nice. Gewoon allebei 57,5. Ja, oh, gewoon dat is niks nice. Lekker 70. Nee, gewoon. Ja, ik gewoon echt 1000, weet je wel. Mijn hele leven werk erin gestopt. Hier, Job, heb jij 1000. Koop maar een kauwgomballenautomaat. Ik ga naar de stripclub, bitches. Nee, oh, maar dit is wel eerlijk. Je kunt het trouwens kiezen, hè? Wil jij de driver zijn of de driller? Wat zou leuker zijn voor de kijkers, jongens en meisjes? Wat willen jullie zien in de stream? Ja, willen jullie mij mee zien rijden? Willen jullie mij zien rijden of willen jullie mij zien drillen? Laat het weten. Laten we het nu even instellen. We gaan kijken via hashtag doe me live wat er gezegd wordt. Dus laat weten via hashtag doe me live, driver of driller. Wat willen jullie mij in de stream zien doen? Want jullie kijken natuurlijk vanaf mijn perspectief. Dus dan is of Dylan de driller of Dylan is de driver. Of ik ben de driller of ik ben de driver. Dus let me know. Ik ben Tweedeck in de gaten aan het houden. Ik ook. Hashtag doe me live, jongens en meisjes. Driller of driver, let me know. Ik moet wel even snel iets naar beneden. Driller. Wow, ik zie echt heel veel driller. Of ligt het nou jongens, meisjes, hashtag doe me live. Driller of driver, wat wordt het? Ja, driller. Overduidelijk. Wow, wat is er met driller dan? Driller, dat zou waarschijnlijk wel de persoon zijn. Waarschijnlijk gaat dat het meest doen zometeen. Ja, dat is geloof ik ook de persoon die zeg maar echt geen open kraakt, zeg maar. Oké, okay, nou ja, ik ga dan rijden en dan hoop ik dat jij het allemaal lukt. Ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit eerder een drillboard gebruikt, jongens en meisjes. Dus bereid je voor op een ondergang of iets dergelijks. Maar we zullen het zien. Zo, ik ben de in ieder driver. Geval de driller. Je moet nu alleen nog selecteren dat je klaar bent. En dan gaan we beginnen. Oh, je bent let's er klaar. Let's go. Continue. Ik ben ook zo benieuwd. Oh, holy shit, ouwe. Wat de fuck heb jij voor masker? Oh, dit is vet. Oh, dit is creepy, man. Dit is ook echt zo'n typisch pak wat ik heb. Oké, we doen hetzelfde pakje, ja? Welke deze, de groene. Groene? Ja, dat is echt zo'n dokter iets of zo. Wore the green, brothers, my friend. Ja, dit is cool! Varken. Ja? Ja, doe jij... Oké, wacht even. Wacht, zijn er meer dieren? Nee, zijn er meer. Is er iets engs wat we kunnen doen? Ik vind varken wel leuk. Deze is ook eng, hoor. Oh, ik doe deze! Ja, kom, doe jij die, kijk, doe ik deze. Kijk, je kan allemaal engere doen. Ik doe deze, ja? Ja, doe ik deze. Zijn we allebei een soort van infected guys. Ready to play. Ready to play. Oh man, dit is zo episch. We hebben allebei hetzelfde pak in een andere kleur. Jij hebt een engmasker, ik heb een engmasker. We gaan een nachtmerrie bezorgen bij een aantal mensen, jongens en meisjes. Bereid je maar alvast voor. 57,5. Wauw, dat is veel. Zijn er nog moderators online? Ik zou even kijken. Ik zie de chat weer een beetje tekeer gaan met mensen die een beetje zich vervelen. Ja, dat is altijd grappig om te zien, want dat zijn meestal kinderen van, ik denk, 8, 9 jaar. Die niet heel veel te doen hebben op een vrijdagavond. Maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, die mensen die zullen we altijd houden. Nou, ik zal ook een beetje in de gaten houden. Nou, oké. Okay, we zijn er begonnen, hè? Oh. Oké. Okay. Jij moet nu rijden, right? Tasje. Ja, omdat ik waarschijnlijk de driller ben. Daar moet al dat geld in.
Oh, kut, wat doe ik? Oh, dat ging nog per ongeluk ook. Wat deed je? Ik begon per ongeluk een keer te schieten, sorry. Oh, hopelijk is er geen politie die het heeft opgemerkt. Nee, er is ook inderdaad geen politie die het heeft opgemerkt. Ik schrok namelijk al even voor een aantal seconden. Oké, ik ga mijn best doen de auto niet te beschadigen. Ah, you can do this. Ik geloof in je, Dylan. Yo. Oh, doet jij er nou? Ik hoor in één keer turd. Ja, dat heb ik heel vaak. Als ik een scherpe bocht doe, dan druk ik per ongeluk die knop in. Dat doe ik dus ook heel vaak. Ik dacht in het begin namelijk dat die knop ook daadwerkelijk was voor het maken van scherpe bochten. Maar waarom doet hij het dan? Dat vind ik altijd zo apart. Oh nee, ik doe het per ongeluk. Gewoon omdat... Oh, oeps. Vooruit, eruit hoor, Dylan. Laak je uit. Deze rijke tata, die boeit het allemaal niet. Het enige is omdat het zo snel gaat dat ik hier niet echt goede controle over kan hebben over de auto. Ja, dat begrijp ik. Nou, lastig, maar het komt goed. Je was wel even een sandwich daar. Maar jongens en meisjes, ik ben dus op dit moment de Dridder. En nu Dylan aan het rijden is, kan ik gelijk even kijken welke bazen er allemaal nog aan het meespammen zijn. Met hashtag Doe Maar Live op Twitter. En welke bazen er allemaal nog leuke dingen te vertellen hebben in de chat. Yes. Ik vind het namelijk awesome om te zien dat jullie allemaal kijken. Jullie zijn motherfucking bazen. En natuurlijk ook awesome om te zien dat jullie zo fanatiek met z'n allen aan het meetweeten zijn met hashtag Doe Maar Live. Als jij nog niet aan het meetweeten bent met hashtag Doe Maar Live zoals het in beeld staat aangegeven. Onder Dylan zijn facecam. Doe dat dan alvast even, want wie weet komt er nog een leuke kleine giveaway. Oeh, je bent er bijna, zie ik. Ja, we zijn er al. En hier gaat de heist plaatsvinden. Ik denk, ja, nee, nu moeten we die zwarte auto pakken, ik weet het zeker. Oh ja, precies. Deze missie, ja, ik weet niet welke dit is. Oh kut, ik spoor in één keer uit de auto met mijn hele hebben en houden. Oké, nice, ik kom achter je aan. Ja, ik moet weer rijden volgens mij, omdat ik de driver ben. Oh lol, ik heb een shotgun gekregen. Echt waar? Ja, die heb ik nog niet eens eerder gekregen. Waarschijnlijk hoort dat bij mijn taak als driller. Dat zou kunnen. Of je hebt hem net gekocht? Of... Nee. Ik heb echt alleen maar mijn combat pistool geüpgraded. Maar deze auto ziet ook echt zo vet uit. In GTA 4 had je trouwens altijd van die geldwagens die je dan kon laten exploderen. Ja, die zijn nu ook. Oh, oké, wacht even. Ik heb... oh my god. Ik zie in één keer een hacksysteem in beeld voor de driller. Die bedoel ik. Guide the signal to exit port. Press A to start the signal. Oh, ik snap het. Oh, dat is cool. Ja, dat bedoel ik. Een soort van videokaartachtig iets met die chipjes en zo. Zie je dat ook? Ja. Ik moet een soort van Snake lijkt het een beetje op. Of een soort van Pac-Man. Ja. Bij mij lukt het. Oké, naar boven toe. Hoppakeetje. Rechts. Beneden. Rechts. Boven. Rechts. Beneden. Rechts. En ik heb het gehaald. Ja, het is gelukt, guys. Je moet er nog twee halen, toch? Oh ja, ik moet er twee halen, inderdaad. Je moet in totaal drie. Dus nog twee, als het goed is. Dus en daarna is het gehackt. Ja, dan is het klaar. Ah, dit is niet heel moeilijk, toch? Nee. Tenminste, het wordt waarschijnlijk bij de derde wel moeilijker. Heel grappig hoe ze dat doen, want het is eigenlijk heel simpel. Alleen het is wel geniaal dat ze dat zeg maar eraan toe hebben gevoegd. Want jij rijdt natuurlijk nu. Ja. Je doet gewoon allebei iets. Ja, precies. Dat is erg leuk. Dat je niet zeg maar één spectator hebt of iets dergelijks. Ja. Moet je niet nu de hele tijd te wachten. Nee, we gaan nu naar die bank toe. Nou, de tweede is ook gekraakt, Dylan. Dus ik ga nu naar de derde toe. En als dat goed is, hebben we het dan gehaald. Oh, de derde die is wel wat pittiger hoor, jongens en meisjes. Jullie zien het waarschijnlijk al. Deze die heeft namelijk ietsje meer afslagen en rare bochten en dergelijke. Maar het lukt in principe wel. Ik heb er een goed gevoel over. Hop, 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 hop. Lukt het een beetje Dylan op de weg? Ja, wacht even hoor. Oh, kut. Lukt dit met jou? Ja, ik was heel even gebotst. Oh, oké. Ik onderschatte het een beetje. Hopelijk zijn er niet te veel slachtoffers gemaakt in de tijd dat ik dit aan het doen ben. Nee. Hop, hop. Hop. Oké, nu gaat het goed. Ik hoor hem echt praten over mensen die ons eventueel uit de gevangenis kunnen helpen. Maar we gaan helemaal geen gevangenis in. We gaan het gewoon halen. Oké. Ja, ik heb het gehaald, Dylan. Oké, mooi. Ik rij nu nog. Nice. Ik heb het hele systeem gehackt op het moment. Oké, dat is hartstikke mooi. Dus dat zou betekenen dat wij dus nu iets gek hebben waardoor wij op een bepaalde plek kunnen komen. Oh. Ik zie denk ik een raar hoofd in beeld komen. Wat? Oké. Oké, ik zie jou stilstaan. Oh nee, nu rij je weer. Super. Ja. Dus, nog maar 85 metertjes, jongens en meisjes. Oh, kutbus. Holy shit. Kijk uit, Dylan. Nee, niet op de kop gaan. En dan ontploft hij misschien wel. Oké, gelukkig. Ik was namelijk al heel even... Oh, zo realistisch altijd de GTA. Je kunt bijna overal doorheen rijden. Maar bij sommige dingen kan het dan in één keer wegens magische wijze niet. Oh nee, Dylan. Oh nee. Dylan? Dylan, nee. Nee, dit lukt je wel, Dylan. Kom op, Dylan. You can do this. Help de auto weer op zijn zij. Allemaal en het liefst ook echt. Wat heeft die bus? Wat heeft die bus? Ja. Ja, oké, het lukt. Oh, nee. Hij zit aan de brand! Wacht. Nee, dit kan niet. Oké, rustig, Dylan, rustig. Rustig. Oké, help hem eroverheen. Ja, ik zie dat hij vast zit. Oké, een beetje kantelen. Het werkt niet. Oh, hij gaat niet verder dan dit.
Oh, dan moet ik het hele systeem alweer opnieuw hacken. Oh nee, dit meen je niet. Ja. Oh my god, Dylan. Dylan Bombchu staat er ook gewoon. Moeten we nu de hele heist weer opnieuw doen? Ah, kutzooi. Alleen door die bus. Ja, fuck die bus, serieus. Krijgen we wel geld? Nee, we krijgen alleen maar een beetje XP. Dit meen je niet. Maar echt, we kunnen overal tegen gangsters, tegen maffiabaas. En dan komt er een bus aan en ja, we zijn dood. Die is meedoet aan de missie. Oké, Dylan, kom op. We proberen hem gewoon nog een keer. Ja, gaan we snel doen. Maakt niet uit. Jongens en meisjes, tweet gezellig mee via hashtag Doe Me Live. En laat weten wat jullie van deze awesome stream vinden. En laat natuurlijk ook weten of jullie er allemaal nog een beetje van aan het genieten zijn. Wij zijn namelijk heel erg benieuwd. Ik ben hier gewoon wel aan het genieten van de game. Ja, ik vind het echt episch, ouwe, wat we allemaal aan het doen zijn. Ik vind die heist vind ik ook echt zo sick. Huh? Oh ja, we doen het opnieuw. Ik dacht al. Oh, we krijgen echt vet veel geld voor als we winnen. Ja, jongen, ik wil dat geld zo graag hebben. Dan kunnen we echt epische dingen mee doen uiteindelijk. Zeker. Ik heb mijn silencer in ieder geval op mijn gun, waardoor ze hem minder goed kunnen horen. Zo. Jij rijdt nu, right? Gewoon weer. Ja, ik ga weer rijden. Oh, gelukkig. We kunnen gewoon hier weer beginnen, joh. Ik dacht dat we het hele gedeelte weer opnieuw moesten doen. Oh, nee, dat hoeft niet. Moet ik nu wel weer dat hele gedeelte opnieuw hacken? Ja, hè? Ja, dat als het goed is wel. Oh, dat is niet dat zo is erg. Gewoon reset. Ah, daar leren we weer van. Oké, we moeten gewoon opletten. Oppassen voor bus. Ik kan ook schieten, maar dat lijkt me geen handig idee om te doen op het moment. Ja, ik moet nu weer even gaan hacken. Hoppakee. Zo, ik rij. Maar als we bij die bank zijn, dan moet ik waarschijnlijk met die drillboor zou ik de kluis wel open moeten boren of iets dergelijks. Oh, kut. Ja, dat is het volgens mij. Want deze missie heb ik... Er moeten ook camera's kapot schieten. Maar jij hebt dus al eerder een heist gedaan, right? Ja, deze heb en ik hoeveel geld kreeg je toen? Alleen de setup, die twee hiervoor, heb ik niet gedaan. Maar kreeg je toen ook 100.000? Dat weet ik niet. Maar dat is dan wel heel erg veel. Ik weet het echt niet. Ja, maar ik deed het met anderen, hè? Oh, zo. Ja, oké. Okay. Dan moet je dan natuurlijk... Quick play. Oh, maar dan moet je het zeker met onder heel veel mensen verdelen. Ja. Dus en nu hoeven we er maar met andere mensen. En die maar kun je een heist dan ook in je eentje doen? Nee, je moet altijd samen. Maar dat okay. is het nadeel. Want als je het samen doet, zijn die mensen heel vaak gierig. En geven ze zichzelf al het geld. Ja, maar dan is het wel handig als je het echt met vrienden doet. En helemaal als je met elkaar in de call zit. Want dan kun je namelijk ook echt een beetje ja, bespreken van... Hey, ja, precies. Van hoeveel krijgen wie, weet je wel. Dus dat is wel episch. Nou, ik had gewoon een beetje geld nodig. Dus toen ging ik maar gewoon zelf een beetje met anderen spelen. Maar ja, precies. Ja, dat is handig. Oh, maar die konden de... Oh ja, dan kan natuurlijk de host, die kan natuurlijk zelf zeggen van... Ja, die krijgt ja, dat en die krijgt dat. Ik kon het ook zeggen dat ik 80% wou en dat jij een paar... vijf... Maar minimaal is geloof ik dat je zelf 80... Of het maximaal is dat je jezelf 80% geeft en de andere 20 dus. Ja, volgens mij was het 70 zelfs. Oh, 70, oké. Okay. Nou ja, anders zou het zo zijn, dan kun je gewoon 99% ja, zelf houden. Dan krijg je bijvoorbeeld... Ja, precies, dat is een beetje oneerlijk. Ik ben trouwens nu bij de tweede en die is pittig moeilijk lijkt het. Hij okay, lijkt wel moeilijk als net. Ik ben bijna bij de bank. Of ze bij de bank zijn, moet ik het dan gehaald hebben, ja? Ja, nou dan kan ik gewoon wachten. Er staat ook dat jij het eerst moet halen dan. Oké. Okay. Dus nee, dat komt wel goed. Nou, als het goed is, heb ik hier is het nu allemaal gehaald. Waar we net gecrashed waren, maar nu hebben we het gehaald. Kijk uit voor de bussen, Dylan. Want ik heb het idee dat die bussen jou namelijk niet al te aardig vinden. Er komt zo'n raar dik hoofd in beeld van die kerel die ons hielp. Met dat brilletje en die stok, weet je wel. Zodra ik het systeem gehackt heb. Oh, is dat een bus voor ons? Ik vind het nu kijk heel kijk uit, Dylan. Ja, je zit nu namelijk weer precies een beetje... Oké, okay, rij je maar okay, snel langs voordat het zo meteen misgaat. Super. Oké, okay, we zijn echt klaar? Heel dichterbij in de buurt. Ja, ik ben klaar met het hacken van het systeem. Oh, oké. Dus ik ben best wel heel erg benieuwd wat er allemaal nog gaat gebeuren. Helemaal kapot. Ja, maar in principe, ik bedoel, een klein krasje, dat kan nog wel. Ja, maar wat is dat toggle focus dan? Oké, cool. Dus dit is waar we de bankoverval gaan doen, of de overval. Is het überhaupt wel een bank? Ja, ja, een hele kleine. Oh, nu zie ik het pas, joh. Ik was naar een tankstation aan het kijken. Ik denk al, is het een bank? Nee, wat de fuck? Oké. 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 Door? Ik moet uitstappen. Oké, okay, jij moet unlock the vault. Ik zie het. Wait for the driller to open. Bring up your phone and launch the VLSI app. Oh, okay, jij moet hier, iets ja. anders doen. Oké, okay, ik moet activate. Op jou wachten. Ik heb hem geunlocked. Oh ja, nu kan ik inderdaad de cam. Ja, ik zie de cam. Kijk, nu gaat er iets open. De camerabeelden moeten we nu kapot schieten. Waarschijnlijk put on the mask. Nee, we moeten allebei naar binnen. Oké, okay, kom, richten naar binnen. Hey, maar niemand doden. Oké, okay, wacht. Ik pak mijn shotgun. Oh, wacht. En 3, 2, 1. Oké, ze mag geen kant op. Ze mag geen kant op. Hier, ik richt op de kerel bij de bar. Hier. Schiet de camera's. Camera. Ja, oké, nice. Oké, nice. Nee, jij moet door. Ik moet de camera's kapot maken. Staat take out the camera's. Go to the safety. Oké. Hier, hou jij die gasten onder schot? Ja, dat moet ik doen. Control. Ja, ik moet ze in de gaten houden. Ik ben er. Ik schiet gewoon af en toe een beetje naast. Ik ben er. Ik moet drillen. You found the box. Oké, hoe drill ik? Ik schiet af en toe naast, zodat ze even... Oké, ik ga drillen, Dylan. Ik ga nu drillen. Oké, is goed. Ik hou de wacht hier. Oh god, guys. 57.500. Here we come. Don't go too quick. Oké, hoe moet ik dit doen? Use RT to control the drill power. Use to push the drill toward... Heb je het gehaald?
Ik hou zonder dwang. Oké, dat is lastig. Wacht even. The drill has overheated. Letting go. Use RT to control the drill. Power use L to push the drill towards the bite point. Oh, weet je wat er net in de chat stond? Dat ik moet laten zien dat ik, zeg maar, groot ben. Want ze denken dat ik slap ben, zeg maar. Dat ik niks aan kan. Dus ik moet gewoon een beetje rondschieten. Oh, dat is lastig dit. En ik weet niet hoe dit werkt. Wat moet je doen dan? Ik moet drillen, alleen... Ja, ik zie het niet. Wacht even. Use RT to control the drill power. Use L to push the drill towards the bite point. Pushing too hard will make the drill overheat. Dus ik moet echt heel voorzichtig moet ik het doen. Oké. Nu moet het lukken. Op deze manier. Oké, ik blijf hier schieten. Ja, dit shouldn't be taking so long. Die drill die raakt overheated en ik weet niet hoe dat komt. Oké, ik doe heel rustig. Ik hou hem rustig ingedrukt. En ik ga heel rustig naar voren. Als ik niet rond schiet, dan gaat het balkje omlaag. Volgens mij worden ze... Ja, hij zegt dat hij overheated is. The drill has been overheating. Letting go of RT. Use RT to control the drill power. Huh? Ja, maar ik kan niet zien wat je aan het doen bent. Dat is het nadeel. Ja, dat is heel apart, ouwe. Drill is... begrijpen en Job kunnen helpen, laat het achter in de chat. Use RT to control the drill power. Use L to push the drill towards the bite point. Pushing too hard will make the drill overheat. Oh, ja, ik kan het nu goed doen. Ja, nu doe ik het goed. Ja, ik heb het gelukt. Ze hebben een knop gedrukt. Nee! Wat nu? Nee! Oh my god, ja, maar ik snap het niet. Het werkte niet. Wat deed je dan? Niet te hard drukken. Dat was het waarschijnlijk. Ja, dit was echt heel raar. Ze hebben op de knop gedrukt. Nee, maar ik snap het al, ouwe. Want het was namelijk zo, ik dacht dat je op RT niet te hard mocht drukken. Maar ook op je stick, zeg maar, die mocht je niet te hard indrukken. Dat begreep ik niet. Oh. Dat was super onduidelijk op dat gebied. Maar nu snap ik hem. Oké, ik zie dat iemand in de chat zegt, laat hem hard draaien en zacht drukken. Oh, ik had het omgekeerd. Oké, dat maakt niet uit. Weten we nu in ieder geval hoe het werkt. Guys, nu gaan we ervoor. Nu gaan we hem echt knallen. Okay. Moeten we nu het hele gedeelte weer opnieuw doen of mogen we nu weer bij de bank beginnen? Ik denk dat we toch weer moeten rijden. Ja, nee, we zijn er bij de bank. Nee, we zijn er weer. Oké, nice. Dat is mooi. Oké, dan hoeven we niet veel opnieuw te doen. Oké, richten. Bam. Oké, goed zo. Ren jij door? Oh ja, ja. Camera's. Ja, camera's zijn gefixt. Ga jij maar gewoon door, ik doe de camera's. Ja, ik ben er. Eentje. Ik ben er. En ik pak de drill. Oké, guys, nu gaan we de heist echt afsluiten. Pak de drill erbij. Nu weet ik hoe het werkt. Ik moet dus niet RT. RT kan ik gewoon indrukken, maar het gaat erom dat ik... Come on. Nu moet het werken. Als het goed is, ga ik er nu doorheen. Ja, nu ga ik er doorheen, dit, en het werkt. Oké. Ja, bijna. Bijna. En ik ben er doorheen. Ja, come on. Ik moet ze bang houden, zodat ze niet gaan vluchten of dingen gaan doen. Oh, dit is lastig, maar ik ben erbij. Oh, kut. Hij raakt over hier, dit. Ik doe mijn best zodat ze niks gaan doen. Oké, komt goed. Ik ben door de eerste schroef heen. Nog twee schroeven te gaan. Oh, nee, wat? Ouwe, ik denk dat ik het al weet. Heb je geschoten naast de hoofden van ze, of dit niet? Ik heb dit gedaan. Wat dan? Schoot je iemand dood? Ja, per ongeluk. Oh my god, Dylan. Ik denk al, hoe kan hij zo snel op die knop drukken? Oké, maakt niet uit. Iemand zegt wel, je moet schieten naast de mensen. Dat deed ik eerst ook. Maar ik schoot namelijk, een beetje te veel naast dat hij eigenlijk raak was. Dat heb je ook inderdaad bij die tankstation. Dus als je dan naast hem gaat schieten, gaat hij sneller het geld bij elkaar sprokkelen. Omdat hij dan natuurlijk super bang is. Ja, maar je moet inderdaad... Dat was ik ook aan het doen, maar ik deed iets te dichtbij en toen ging het fout. Nou, ik ben in ieder geval wel blij dat ik nu weet hoe dat drillen werkt. Maar oké, maakt het op zich niet uit. We zijn zo dichtbij. We kunnen het gewoon makkelijk opnieuw doen. Ja, precies, we weten hoe het werkt. Ik doe de camera's en dan komt het goed. Ja, goed plan. Ja, ik pak misschien één camera even mee, omdat ik dan toch op mijn weg ben. Dan doe ik even snel toe, dan kun jij gelijk even die gasten onder schot houden. Ik weet niet in hoeverre ze gelijk namelijk al kunnen drukken. Ik denk niet zo snel. Want ik heb ook zo'n balkje onderin. Die moet ik eigenlijk zo vol mogelijk houden. Oké, rennen. Zo, camera's aan. Ga maar. Fixed en ik ren. I don't want to get shot, hoor ik zo. Nee, dat kan ik begrijpen. Nu weet ik in ieder geval hoe dat drillen werkt. RT kan ik gewoon vol ingedrukt houden. Alleen de power die moet ik... Oké, daar gaan we. Ja, nu gaat het perfect, Dylan. Ja, oh, ik ben al gelijk doorheen, Dylan. Bijna. Oh, echt waar? Oké, mooi. Ja, bijna al. De eerste schroef is al gefixt. Oké, ik richt ook op de mensen, maar schiet dan niet. Dat zie ik ook in de chat. Kut. Dat is handig. Oké. Derde schroef. Of nee, dit is de tweede schroef. Tweede schroef is ook gefixt, Dylan. Dan ga ik nu door naar de derde schroef. Kom op. Ja, derde schroef. Come on. Oh, hij raakt overheat. Ja, goed. Gaat goed met de drill. Klein stukje nog. Ja. Oké, laatste schroef, Dylan. Laatste schroef. Hij is bijna overheated. Dit lukt je.
Ja, come on, come on, come on. En ik ben er doorheen. Ja, yes. Ik ben er doorheen. En go. Oh nee, kut. Hij is... Oh nee, daar is ook nog een klasje. Had ik niet verwacht. Ja, ja, ik heb hem nu open. Ik heb hem nu open. Ik maak hem nu open. Mooi, mooi, mooi. Ja, er komt nu een cutscene. Oké, cool. Ik heb het. En ik heb het in mijn zak. Ja, kom, kom, snel, zo snel. We moeten eruit, we moeten eruit. Terug de auto in, terug de auto in. Snel. Ja, ja, ik kan niet sneller dan dit. Ja, ik zit erin, Dylan. Rijden! Woehoe! Oh nee, dit wordt wat. Ja, dit wordt het hoor, Dylan. Job, zometeen komt iets super vets in deze missie. Ik ga het niet zeggen, want die gaat het gewoon zien. Ik ben heel benieuwd, Dylan. Ik ben heel benieuwd. Jongens en meisjes, hashtag doe me live. Zoveel als jullie kunnen. Laten we dit hypen als een motherfucking malle. Oh, kut. Oké, we rammen door de verdediging heen. Als een baas, jongens en meisjes. Hashtag doe me live op Twitter. Laat weten wat jullie hiervan vinden. Wij vinden het awesome. Ik ook. En wij proberen... Ik probeer... Oh, tussendoor, tussendoor. Oeh. Ja, nice. Het lukt je, het lukt je. Kijk, het voordeel is dat we zo'n goede auto nu hebben, hè? Ik probeer ongeveer een klein beetje op de politie te schieten die... een beetje langs ons heen komt. Oké. Oh, dat is weer zo'n muurtje. Oké. Ja, lekker. Oké, je ramt er doorheen. We hebben een kogelvrije auto. We zijn bijna op de plek waar we moeten zijn. Moeten we dan de politie al afgeschud hebben als we... Nee, hè? Nee. Want ja, je ziet zo meteen wel wat gaat gebeuren. Ik ben heel benieuwd. Kijk wat eronder staat. We moeten nu onder zo'n... Hey, kijk, zie je die helikopter? Oh, shit, ja. Moet ik erop schieten? Nee. Daar moeten we onder gaan hangen. Die hoort bij ons. Oh, tuurlijk. Die gaat ons meenemen. Ja, ik snap het. Ja, magneet en alles. Metaal. Kijk. Oh, episch, ouwe. Woehoe! We hebben de heist of nou, tenminste, dat weet ik niet, maar... Ja, we hebben de heist vergooid. Nou, de eerste, volgens mij. De allereerste heist, jongens en meisjes. Laten we nu even een minuutje inlassen. Gewoon even 60 seconden of misschien 2 minuutjes. Yes. Om met z'n allen via hashtag doe maar live en hashtag hype. Dus gewoon hashtag doe maar live, doe maar live en hashtag hype. H-Y-P-E. Allemaal op Twitter, zo vaak mogelijk. Yes. We gaan dit knallen, jongens en meisjes. Trending topic. Wij hebben onze allereerste freaking heist als een baas. Yes, even kijken Dylan, of we geld krijgen. Als het goed is, krijgen we gewoon 57 en 500. Dat is insane, ik ben er super blij mee. En weet je wat mooi is? Heb je al je bonus gehad? Dat weet ik niet. Dat zou krijg je waarschijnlijk als je zo meteen zelf heist kan starten. Dan krijg je je bonus. Oh, dit is zo spannend, hè, jongens en meisjes. Ja! Woehoe! Heist best, Dylan! G-fucking-G, ouwe. We hebben het gedaan. Wow, ja, ik krijg... Wat? 115.000! Ouwe, ja, maar dat gaat spitten, hè? Oh, maar dat is dacht insane. Al. Ja, dat dacht ik ook inderdaad heel even, maar echt dat sick. Ik ben blij, hoor. Oh, man, dit is episch. First time bonus. Wow! Ik heb 100... je bonus gekregen? Ik heb 157.500! Ja, toch, je hebt je bonus. Oh, yeah, bitches! Oh, hashtag doe me live, hashtag hype. Fuck yeah. Ja, zo goed. Dit is sick, ouwe. We hebben dit echt heel goed gedaan. Ja. Ik ga even de chat erbij pakken. Ik ga even kijken hoeveel bazen er op het moment met hashtag doe me live aan het meeknallen zijn. Kom op, guys. Twitter. Hashtag doe me live. Come on. We can do this. Yeah. Oeh. We zijn aan het knallen met die interacties. Alsof ons leven ervan afhangt. Ik zweep meer echt de tering, jongens en meisjes. Vandaar dat ik elke keer even mijn controle neerleg. En even mijn handen afveeg. Maar dat maakt niet uit. Want... ondanks de omstandigheden waar ik in verkeer, vind ik het toch super vet om samen met Dylan deze stream voor jullie te kunnen doen. En we knallen hem, jongens en meisjes. Yes. Echt waar. Gewoon nog we steeds 855 kijkers, hè? Ja, dit is sick. Mensen die vinden het leuk, Dylan. We zijn echt lekker aan het knallen op het moment. Echt super mooi. En kijk, nu zijn we even lekker een biertje aan het drinken, Dylan. Ah, even dat is zo even leuk, toasten. Hè? Dit is geniaal. We hebben het echt goed gedaan. Ja. Nee, maar dan hebben we een beetje ervaring met heist. Precies, ik vond het episch. Ik vond het echt ziek gewoon. Ik ook, echt superleuk. Maar heb je, kan ik nu, kun je nu dezelfde heist weer doen? Dat weet ik niet. Of een andere heist? Mensen vertelden me dat je dan eerst alles moet voltooien voordat je zelf missies kan kiezen. Hey Dylan, spring achterop, jongen! Oh, ja, ik moet even terug naar de game. Waar ben je? Ik ben hier. Je ziet me waarschijnlijk wel. Oh, we gaan motorrijden. Oh, kut. Oh, waarom kan ik... Jij zit zelf achterin. Ja, ik wil op de motor. Hé, hey, what the fuck? Wow! Schiet er, Dylan! Ja, wacht. Wat? Oh, what? Die bitch. Oké, ik ga dood. Ik heb een gratis wapen. Oh, kut! Van net. Wat? Ik maak hem dood. Ik heb hem. Ja! Pak zijn auto, Dylan. Kom, pak zijn auto. Dat kan niet, volgens mij. Omdat het... Nee, oh, nee dat kan niet inderdaad niet. Ah, balen. Maar zullen we nog een heist doen of kunnen we niet weer een heist doen? Ja, we kunnen gewoon nog een heist doen. Oh, dat is sick. Oké, let's go. Of ik moet ervoor betalen. Volgens mij moet je nu, om de tweede heist zeg maar te starten, moet je eerst betalen. Volgens mij. Ga trouwens gelijk even naar je bank toe om het geld erop te zetten. Oh, dat is de reden waarom die kerel op ons aan het schieten is, Dylan. Oh, hij weet... Oké, snel op je bank. Snel. Hij wil ons geld. Geld, hè. Dat is niet goed.
Je moet even snel op je bank. Ik weet niet hoe dat werkt met hoe je geld weggaat. Volgens mij gaat bij mij staat het erop. Ik heb 268.000 op de bank, Dylan, als een baas. Maar volgens mij gaat er per bepaalde percentage vanaf of zo, als je dan doodgaat, van je geld. Ja, dus klopt, dat willen we hebt, niet. Hoe meer er ook vanaf gaat, volgens mij. Dylan, stap in. Oké, okay, als mensen nice. Dat weten, laat achter via hashtag doe me live. Ja, want ik we willen namelijk niet. Wel graag weten. Is dit jouw appartement hier? Ja, hè? Ja. Die Lester belt me. Dus diegene die dingen geeft. Die heist, zeg oh, maar. Misschien heeft hij nu wel een nieuwe heist voor ons, omdat we Lester deze hebben voltooid. Lester wil be in touch with... Oh. Volgens mij kan het nog niet. We gaan wel even nee? kijken. Oh, we kunnen natuurlijk niet elke keer een heist achter elkaar doen. Nee, want hij zegt nu dat hij informatie volgens mij gaat ophalen om de volgende heist te spelen. Ja, maar we kunnen deze heist toch gewoon overdoen? Dat hoort te kunnen. Dat weet ik niet. Denk ik. Ik denk het eigenlijk niet. Want hij gaat nee? informatie zoeken om... Maar kan ik dan een heist doen misschien nu? Nee, heb je nog steeds een appartement nodig. En hoe duur is een appartement? Want ik heb namelijk 258.000. Ja, precies. Kan ik dat ook via internet doen? Kijken ja, hoe duur een appartement is? Oké, okay, dan ga ik naar Money and Service. Oh nee, dan moet ik naar... Precies waar. Media and Entertainment. Oh kijk, iemand in de chat zegt al... hij komt pas over 45 minuten. Oké, okay, nou dan weten we dat. Nou, dankjewel. Kan ik ook zo... Internet en dan... Nee, ga naar Travel and... Ja, ik heb het hier. Ik heb hem. Die nest, die eten, kun ik apartments. Wacht, hoe doe als je dat? Als het goed is. Ja, ja, cool. Ah, oh, ze is wel duur, man. Ik denk niet dat ik die kan betalen. Nou, ja, tenminste... Je moet zo'n hoog hebben. Ik zie het. De goedkoopste... Oh, ik kan betalen. Ik kan het betalen. Ja, ik kan het betalen. Zeker? Ik denk het wel. Maar ik Richards... weet niet of het echt met elke is, hè? Er stond dat je een high-end appartement nodig hebt. Dit is Richards Majestic. En die kost 253.000. En die bevindt zich in North Les Los Santos. En hoeveel garages, hoeveel plek heeft hij voor auto's? Maar ik heb hier ook eentje. Deze is Tinsel Towers. En dat is geloof ik... Oh, er staan 10 auto's kunnen erin. Oh, dat is hartstikke goed. Zou die kunnen? Ja, het enige is... Ja, ik weet niet. Er stond in ieder geval als je hij jongens start... en meisjes, laat even via hashtag doe me live en in de Twitch-chat weten of ik via Witcher's Majestic appartement 51, die 253.000 kost, waar ik dus nu mijn middelvinger op heb in GTA 5, of ik dat appartement kan gebruiken om een heist mee te starten. Jo. Laat het me even weten. Hoeveel ja. geld heb je? Precies. Ik heb 268.000. Oké, okay, hier ene Floske zegt dat je voor die ene van 253.000 heist kan spelen. Even kijken wat mensen allemaal zeggen. Ga naar de stripclub. Nee, we gaan heist doen, jongens en meisjes. We willen money verdienen. Zie een huis van... iedereen zegt ja. Iedereen zegt ja. Echt bijna iedereen. Ik ga nu even hashtag doe me live erbij pakken om te kijken of er een aantal mensen zijn die dus via hashtag doe me live op Twitter laten weten of dat ook daadwerkelijk mogelijk is. Ja, iedereen zegt ja, dus ik denk dat je vanuit kan gaan dat het gewoon okay. voor jou is. Nou Dylan, ik kan jou mededelen. Ik heb mijn eigen appartement. Gefeliciteerd. Hier staat, thank you for purchasing this property, the true dynasty age real estate. Oh. Return to map. Maar Job, ik heb nu mag Dylan. Je mij wel uitnodigen voor je appartement, hè? Ga ik doen, man. Ik ga je uitnodigen. Ik heb zoveel wijn bij jouw appartement weggesmokkeld. Ja, dan moet ik dat keer... ook bij jou terugkomen doen. Nee, ik heb geen zin om met Lester te praten. Oké, okay, ik ga even kijken. Kan ik maar... Hoezo? Die geeft je de heist. Serieus? Ja, tuurlijk. Oh my god, ik heb hem weggedrukt. Ja, zometeen opnieuw, hè? Zometeen opnieuw. Waar kan ik mijn appartement vinden? Friends apartment. Waar staat mijn appartement? Kijk, wanneer je zelf heist kan starten, wordt je huisje groen. Is je huis al groen? Ik weet niet, ja, maar ik weet niet hoe ik mijn huis kan zien. Wat is dat op de radar, zeg maar? Gewoon een normaal huisje? Ja, volgens mij. Ja, bij mij is het nu gewoon een groen huisje. Volgens mij een, ja, wit huisje, volgens mij gewoon. Een wit huisje. Oh ja, ik zie hem hier. Ja, owned appartement. Oké. Okay. Oké, okay, nou Dylan, ik neem jou bij deze mee. Je mag op een reisje naar mijn appartement. Ik ben ja, heel erg benieuwd. Je mag rijden. Rij maar naar je eigen huis. Oké, okay, cool. Ik ben heel erg benieuwd, jongens en meisjes, hoe mijn huis eruit ziet. Ik vind het cool in ieder geval. Ik ben ook echt benieuwd. Hoe duur is jouw appartement eigenlijk? 500.000. Oeh, dat is ook wel duur. Maar jij hebt denk ik ook een ander appartement dan mij dan. Klopt. Anders ik had, toen ik hem kocht, stond er dat het de laatste update is. Dus van binnen is hij volgens mij een beetje anders of zo dan andere. Ik ben benieuwd, jongens en meisjes, hoe mijn appartement eruit ziet. Ik ben echt heel erg benieuwd. Pakketje, ook vlieg hier een beetje. Oh, kut. Wow. Oh, kut. Rustig, rustig. Ja, ik beuk gelijk alles aan. Oh, kut. Oh, kut. Oh, waarom rijd ik nou ook weer iemand dood? Dit is zo dom. Oké, waar ga ik uit? Het lukt nog. Ik word wel elke keer uitgenodigd voor heists. Maar dat doe ik liever niet, want dan ja, krijg je natuurlijk veel minder. Ja, dan krijg je net veel minder. Oké, okay, ja, dit is mijn appartement, Dylan. Oh, ik zie het. Oh, dit hoge ding. Dus vrienden, een garage. Oh, je hebt een apart garage. Yep. Jouw garage zit niet in je appartement. Dat weet ik niet. Ik denk het niet. Omdat nee, mijn natuurlijk... Je ziet een huisje en een garage op de map. Kan ik wel mijn appartement in wanneer ik gezocht word? Dat weet ik niet.
Ik denk het hier. Oh, ik kan mijn appartement gewoon nemen wanneer ik gezocht word. Nu weten ze in één keer waar mijn appartement is. Volgens mij. Even kijken. Enter with, ja, enter with nearby friends and crew. Als het goed is, omdat jij nu namelijk voor het appartement staat, kom jij dus samen met mij in. En dan kunnen wij samen eens even gaan kijken. Dus, ik ga nu de deur openen. Ja, ik ben binnen. Dat is wel duur hoor, jongens en meisjes. 2,5 ton voor een huis. Maar ik denk dat we dan ook wel wat hebben. Oh, dat ziet er inderdaad best wel goed uit, to be honest, mijn appartement. Nou, Dylan, drink mijn wijn maar alvast op. Je hebt het verdiend. Ja, waar is het? Nou, hier staat het. Ik vind dat je het verdiend hebt. Na al die keren dat ik jouw wijn aan het opdrinken was, mag jij deze keer wel eens een keertje gaan genieten van mijn wijn. Ja. Smaakt die een beetje goed trouwens? Dat is tropische wijn uit de Franse Ardennen. Bestaat niet eens, maar dat maakt verder niet uit. Kan ik ook een bakje koffie nemen? Wat zeg je? Kan ik een bakje koffie hier nemen in mijn eigen appartement? Ik heb echt geen idee, vast wel. Maar waar is mijn heistkamer nu dan? Oh, hier is mijn heistkamer, denk ik. Mijn is op. Wat zeg je? Ik denk dat hier de heistkamer is. Die komt volgens mij pas als je... Oh nee, all enter garage. Oké, en dit is... Ja, daar is inderdaad de heistkamer. Ja, dit is de heistkamer. Ja. Visit Lester at L to discuss new job opportunities. Oh, ik moet eerst naar Lester toe gaan via de map. Staat hij op of je kan map? Het ook als... Zie L? Nou, dat kan ik nu niet zien, want als ik namelijk nu mijn map erbij pak... Ja, precies. Eerst even naar mijn garage. Wat zeg je? Eerst even naar mijn garage. Ik ben namelijk best wel benieuwd hoe mijn garage er nou eigenlijk uitziet. Ja, wat ik kan zeggen... Garage. Ja? Oh ja, nu kan je eigen auto's, hè? Ja, dat is episch inderdaad. Dat is sick. Maar kan ik dan ook gewoon even een auto van de straat plukken die in mijn garage zet? Of is het beter om eentje te kopen? Zijn. Die kan niet, want dan moet je gewoon kopen. Nou, ik vind dat ik een mooie garage heb, hoor, Dylan. Ben je ook in mijn zeker. Garage? Zeker, zo groot is die voor mij ook. Hier kan de achterbank trainen. Oh ja, hier, inderdaad, een soort van fitnessruimte. Kan ik die ook zelf? Oh ja, dat kan ik gebruiken, inderdaad. Kan ik nu naar buiten toe? Ik word er zoveel heists uitgenodigd, hè, op het moment. Dat is echt niet normaal, echt iedereen. Heist, kom met een heist. Maar nee hoor, ik doe hem lekker met Dylan voor de livestream, want ik wil namelijk kijken. Misschien kunnen we zo meteen, als ik nu een heist doe, krijg ik dan evenveel als de heist die we samen deden, zojuist? Ja. Nou, bij jou moeten we dan ook eerst een setup doen, hè, in die eerste twee. Ik zoek even de L, ik weet alleen niet of die L hier ergens staat. Want het is voor... Ik kan Lester, dan zelf ook opbellen, denk ik, met één keer. Ja, probeer dat anders. Hier, ik pak even mijn auto die daar staat. Maar zeg maar, ik heb nu mijn eerste missie gedaan, mijn eerste heist, en jij hebt daarmee geholpen. Zeg maar. En jij kan zo. Ook de eerste doen. En dan help jij mij. Maar dan kunnen we toch wel gewoon ieder de helft pakken. Ja. How can I help? Zegt Lester. Even kijken. How can I help? Set bounty kunnen we doen. Oh, we kunnen set bounty of cops turns blind eye. Oh ja, inderdaad. 5000 kunnen we hem geven. Voor als we een wanted level hebben. Oh ja. Maar ik weet niet of ik nu dan de goede Lester heb geselecteerd. Want op een of andere manier... Was het niet Simon? Simon? Die ik moet bellen? Nee, Lester. Oh, maar Lester die zegt niks tegen mij hoor, over een heist als ik hem opbel. Dan zegt hij, how can I help you? En dan kan ik kiezen tussen of... Oké, dan moet hij jou bellen. Nou, dan moeten we maar gewoon even een beetje rondrijden, denk ik. Oké, cool, doen we dat. Dan belt hij vanzelf wel weer op, denk ik. Kun je anders even naar de kledingwinkel toe gaan? Ik wil namelijk een beetje mijn swag veranderen. Oké, is ik goed. Een tijdje kan je heel veel op je map kijken of je ergens een L ziet? Ook rechts een L. In dat lijstje, of je een L ziet van Lester? Ja, hier, Lester. Ja, daar moeten we dan heen. Zet de checkpoint. Oh, cool. Ja, ik heb een waypoint gezet, ouwe. Daar breng je dan even heen. Cool. Nou, dan ga ik ondertussen even de stream in de gaten houden. En dan ga ik eens even kijken wat voor awesome dingen er allemaal gezegd worden door mijn awesome kijkers. Door onze awesome kijkers die van deze stream aan het genieten zijn. Ik wil jullie gelijk even vragen, jongens en meisjes, om gewoon even massaal met hashtag Doe Maar Live mee te spammen op Twitter. Wij proberen namelijk met hashtag Doe Maar Live trending topic te worden. En wij zouden het ongelooflijk awesome vinden als wij dus met hashtag Doe Maar Live trending topic zouden kunnen worden. En ik heb ook al een aantal keertjes in de chat gezien dat mensen zeggen van... Job, is er ook een mogelijkheid voor ons om te doneren? Dat kan inderdaad. Normaal gesproken heb ik het er niet heel vaak over in mijn streams. Maar als je nou een donatie wilt doen aan mij omdat je de streams leuk vindt... en je wilt dat ik de streams optimaliseer door nieuwe elektronica te kopen... dan kun je dat doen door even iets naar beneden te scrollen tijdens het kijken van deze livestream. Want onderaan de livestream staat namelijk een PayPal logo met erboven doneren geschreven. En als je daarop klikt, dan kom jij bij een PayPal pagina. Daar kun jij een bedrag invoeren en dan kun je dat bedrag aan mij doneren. En misschien kunnen ik en Dylan dat dan wel een keer gebruiken om iets vets te doen voor jullie. Dat we bijvoorbeeld eens een keertje met het geld wat we hebben binnengehaald via de donaties... een keer een dag gaan karten ergens en dan GoPro's meenemen en zo. Oh ja. Gewoon even een random idee. Maar één ding kan ik jullie wel verzekeren. Al het geld wat binnen wordt gehaald met donaties... dat wordt gebruikt voor livestreams... video's of YouTube in het algemeen. Zoals bijvoorbeeld giveaways. En oh ja, trouwens, voor de mensen die denken... ja, maar Job, ga je dan ook de mensen bedanken die gedoneerd hebben?
Iedereen die doneert, die krijgt een persoonlijk bedankje in de livestream. Zelf, jij hebt nu gedoneerd, 5 euro of wat dan ook, dan noem ik jouw naam in de livestream. En dan bedank ik jou namens de naam die dus bij de donatie stond. Dus dan wou ik jullie dat even zeggen, onderaan de livestream op de PayPal-knop te drukken, kun je doneren. Maar dat even zoals jij, de mensen die zeggen dat GTA vast slaat, maar hij slaat niet vast. Heeft te maken omdat ik namelijk in window mode speel. Dus wanneer ik zeg maar naar de stream switch, dan lijkt het alsof hij vast slaat. Cool, we zijn bij Lester. Yes, ik blijf je wachten, want ik heb die missie niet. De man hemzelf. Ik ben heel benieuwd. Waarschijnlijk moet je dan eerst nog een tijdje wachten. En dan pas kan je echt hij zelf spelen. Maar daar komen we zelf achter. Maar die hijsen was wel episch hoor, Dylan, moet ik eerlijk toegeven. Ja, oh, Lester is een keer met dat brilletje natuurlijk. Ja. Lester de man. Dus die ons net ook eigenlijk heeft geholpen. Ik zie het. Kan ik dit skippen? Nee, volgens mij niet. Oh, nou, hij is even wat aan het uitleggen inderdaad. Nou ja, Dylan. Heb jij Tweedeck nog openstaan? Ja, ik ben nu net toevallig aan het kijken nu je toch bezig bent. Cool. Ja, ik ben ook een beetje aan het kijken. Misschien kunnen we zo meteen iets leuks vragen aan de kijkers. Dat ze daar antwoord op kunnen geven via hashtag live via Tweedeck. Ik ben benieuwd. Maar sowieso vind ik het leuk. Veel tweets. Dat is echt super mooi. Ja, dat is awesome jongens en meisjes. Dat jullie GTA 5 op Doe Maar Gamen. Ja, Doe Maar Gamen. Het is natuurlijk Twitch. Mijn Twitch kanaal is ook Doe Maar Gamen. Dus technisch gezien is dit ook gewoon op Doe Maar Gamen. Doe Maar Gamen. Precies, maar dat jullie het allemaal zo leuk vinden. Dus binnenkort komen er ook heel wat andere leuke dingen aan op Doe Maar Game. Ook van mij en Dylan. We zeggen niks, maar er gaan wat awesome dingen aankomen. Dat kunnen wij jullie met onze hand op ons hart vertellen. We zijn best wel druk bezig samen met wat vette samenwerkingen. En dan zullen jullie er binnenkort ook heel wat over horen. Ja, maar, zeker. We houden ons mond nog gesloten, hoe moeilijk dat op sommige momenten ook kan zijn. But don't let me down on this. Oké, Lester. Ik geloof het, mijn vriend. Met je bril en je best wel dikke hoofd. Ik moet eerlijk toegeven, man. Ik wil echt binnenkort nieuwe kleding kopen. Want ik word een beetje lui van dat pakje wat ik al in afleveringen aan heb. Daarom heb ik ook een nieuwe kleding gekocht. Ik dacht, laat ik maar gewoon een beetje voor de coole stijl gaan. Een beetje van dat legerkleding. Ja, precies. Dat ziet er wel cool uit, inderdaad. Ben ik het mee eens. Yes. Nou, inderdaad. Ik heb het praatje met Lester gehouden. Dus ik loop nu weer heel stoer naar buiten toe. Okay. En nu zou ik waarschijnlijk wel moeten wachten. Totdat we... Oh ja, even kijken. Lester will be in contact about the job soon. Oké, cool. Ja, dat bedoel ik. Zal waarschijnlijk even een paar minuten duren. Wat ik even wil doen... Op zich wel een tijdje duren, hoor. Ik was twee levels later, kreeg ik pas dat ik zelf heist kan spelen. Oh, dus zo. Kan wel een tijdje duren. Kunnen we wat andere epische dingen gaan doen? Kun jij de waypoint volgen naar de winkel? De clothing shop? Oké. Dan gaan we even kijken wat voor... Want ik ben eigenlijk best wel benieuwd... Nou ja, ik heb natuurlijk wel het appartement gekocht, maar... Ja, ik heb ongeveer geloof ik nog 2000 over, maar ik geloof dat kleding... Anders doen we eerst even een race, dan kunnen we daarna even kleding kopen. Want ik heb, nu je het zegt, heb ik geloof ik helemaal geen geld meer over, bedenk ik me nu in één keer. Oké, laten we gewoon een race. Dus play job, Rockstar Created. Laten we eens een keertje een versus doen. Ja, dat is wel leuk, een versus. Kunnen we die met z'n twee doen? Ja, die kunnen we met z'n twee doen. En dan doen we Top Fun. Die lijkt me leuk om met z'n twee te gaan spelen. Hopelijk kom ik dus nu niet in een groep van mensen die het al aan het spelen zijn. Maar hopelijk organiseer ik hem nu zelf samen met jou. Yes, ik hoop het ook. Ja, inderdaad. Ik ben de host. Super. Zo. Confirm settings. My friends. From friend list. En Dylan is invited. Zo. Ik zie het. Dit is... Oh, dit is Top Fun. Ah, oh, ja, die ken ik nog, ja. Daar heb ik zoveel van gehoord van deze man. Dat ken ik. Dus dat is een beetje nieuw voor mij. Ja, ik heb hem... Ik doe heel veel mijn voetenbankje wat dichterbij. Want ik zit best wel hoog. Heel veel mensen die weten het niet. Maar mijn bureaustoel is best wel heel erg hoog. En ik heb ook een soort van bankje waar ik op leun met mijn voeten. Play. Oh, tenminste, nee, ik moet nog even wachten tot dat ding dan ook daadwerkelijk is. Oh, joinde niet. Nou, nu joint hij. Ik moet zeggen, dat levelen in GTA gaat niet zo heel erg snel. Ik had het sneller verwacht eigenlijk in eerste instantie. Het gaat niet langzaam, alleen... Ja. Oh, kut, meer mensen joinen. Hun, nee hoor. Jawel. Ja, ik zie het. Ah, kut. Start gewoon snel. Kan niet meer. Hij staat iemand... Kan ik iemand kicken? Nee, hè? Nee, maakt ook verder niet uit. Nou, maakt niet uit. On call staat er. Oh, nu doet hij het. Oké, cool, dan beginnen we. Okay. We zijn nu met z'n drieën. Ik heb geen idee waarom die kerel er in één keer bij zit. Maar laten we het er maar gewoon op houden dat hij ons aardig vindt. En graag mee wil doen met onze avonturen. Maar Top Fun, het is in een vliegtuig, voor zover ik weet. Dus ik ben heel benieuwd. Dylan? 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 Oh, Dylan is... Wacht heel even. Ik denk... Ik zat zo... Dylan, ik hoor niks meer. Ja. Ik denk, Skype-verbinding ligt eruit. Dylan, ik kijk zo. Ik zie jou en ik helemaal zo praten. Ik denk, oh shit, de maffia is gekomen van de heist. Ze zijn boos. View team. Oh, kom, Dylan, kom bij de hunters. En dan laten we hem lekker alleen bij de runners. Oké.
Ja? Ja. Zit je erbij? Ja, ik zit erbij. Dylan? Ja. Oké, nee. Ik heb het in mijn mond. Nee, dat maakt niet uit. Maar ik dacht dat Skype... Het is heel raar, want op een of andere manier hoor ik helemaal geen ruis meer. Net hoorde ik een hele kleine ruis bij jou. Kut, Dylan, je zit nu bij de runners. Helemaal niet. Nee? Oké, dan is het goed. Oh, als ik eenmaal in de slap lag met mijn Dylan, kunnen we niet ophouden. Hadden we laatst ook bij een meeting. Zo kut was dat. Oké, ik weet wat we moeten doen. Go to the docks. Oh, nu moeten we eens rijden. Is dit meer... Dit is een beetje een missie, of niet? Ik denk het wel. Zit jij achter mij? Ja, ik zit achter je. Oh ja, ik zie het. Maar waar is die andere kerel dan? Ik weet niet, die staat er volgens mij nog achter. Oké. Dit is best wel moeilijk in principe als ik er zo naar kijk. Maar het lukt aardig. Kunnen we... Ja, ik neem gewoon een kortere afslag. YOLO. Wat als je nu doodgaat? Ja, dan ben ik wel screwed. Dat je niet botst. Nee, dit werkt Dylan. Neem de kortere afslag maar. Nee, ik doe het. Kijk wel goed uit, want aan het einde is er een heel sneaky kleine hellingje. Waarschijnlijk dachten de GTA-makers van, oh, kortere afslag, hè, bitches. Nou, hier heb je een helling in je face. Dus daar moeten we een beetje vooruit kijken. Ik ben ook goed. Ik zit achter jou. We hebben wel echt hele epische motors, hoor, moet ik eerlijk toegeven. Zijn we echt van die swagger boys eigenlijk. Bij mij staat weer Sprite. Oh nee, die Sprunk. Sprunk, inderdaad. Ze dachten van, nou, Sprite, daar gaan we geen 100.000 euro's aan betalen als GTA. Doen we lekker Sprunk. Dus we maken er lekker Sprunk van, inderdaad. Dit is in principe niet zo dom om zo'n kortere afslag te nemen. Oké. Is er ook een minder grote kans dat je namelijk uit de bocht vliegt? Zit je echt nog achter me? Ja. Ik zie jou bijna stuk achter meer. Je. Maar hij gaat wat langzamer. We zijn er bijna. Oh nee, we zijn er nog lang niet. Joh, wauw, dit is ver. We moeten echt heel ver rijden. 4 kilometer. Hoe kan het dan? Is het... Oh shit, kijk goed uit. Want ik ben namelijk ook aan het stunt op het moment. En dat ging net bijna verkeerd bij mij. Ik zag het. Oh. Bij mij ook. Het gaat nog goed. Jongens en meisjes, blijf lekker mee tweeten met hashtag DoeMeLive. Als je een donatie wil doen aan de livestream. En je wil mij in Dylan zien space vanwege een donatie. En je wil een bedankje krijgen vanwege een donatie. Dan kun je dat doen door even op het PayPal logo te klikken. Lukt het, Dylan? Er zitten helikopters boven ons of zo. En die maken... Oh, ik snap het al, Dylan. Dat is top van. Huh? Wij moeten proberen een parcours af te leggen. En tijdens het afleggen van dat parcours zijn de mensen die ons proberen dood te schieten vanuit de lucht. Oh. Dat is hoe Top Fun werkt. Ik zat al zo van, ik ken dat ergens van. Ik dacht al, wat gebeurt er mis boven me? Oh, ze hebben jou nu natuurlijk elke keer, omdat jij namelijk achteruit loopt. Ja, ik loop achter. Maar nee, dat is het. Top Fun is zeg maar, dat was het dus. Wij zijn de runners, wat inhoudt dat hij dus de hunter is. Je hebt 2 runners en 1 hunter. En de hunter... Ja, of 1 runner en 1... Of 1 hunter en 1 runner. Wat wij dus bijna samen deden. Ja, dat is bijna zo. Oh, ben je dood? Nee. Oh, we hebben gewonnen! We hebben gewonnen! Woehoe! Fuck jou, hunter! Fuck jou! Oh, je krijgt hier trouwens best wel veel... Of nou, veel 2800 is... Oh, hij begint helemaal te schelden. Zag je dat? Ja, ik zag... zag sterretjes. Dit is leuk. Yes. Ik vond het cool. Hoeveel heb jij gekregen? 2800. Oké, nice. Ik ook. Ja, dat is best wel leuk dit. Maar ik moet zeggen, die races met z'n tweeën zijn toch net nog wel wat leuker. Ja. I don't know. Ik heb wat meer met die race met z'n tweeën. Alleen, wat is nou een race? Of kunnen we er nog eentje? Nee, laten we gewoon stoppen. Dan kunnen we weer met z'n tweeën even een raceje doen. Maar kunnen we dan zometeen weer een heist? Oh nee, dan moeten we natuurlijk mee wachten. Kun jij weer een heist beginnen? Nee, zeker. Ik heb echt geen idee. Want ik vind heists zo leuk, hè? Ik kan even snel kijken. Ja, doe dat maar. Ik vind heists echt awesome. Nu ik weet dat dat kan, ben ik echt een fanboy van geworden gewoon. even kijken. Nou jongens, nog steeds 700 kijkers. Ik weet niet wat het met jullie is, maar jullie vinden het leuk. Jullie blijven plakken. Jullie houden ervan. Nou, wij vinden het ook leuk, dus dat scheelt. En ik heb een leuke opdracht voor jullie jongens, meisjes. Dit is even een opdracht voor elke kijker die deze stream kijkt en die het leuk zou vinden om een soort van kleine shout-out in de livestream te krijgen. Hoe kun jij nou een kleine shout-out via Twitter in de livestream krijgen? Heel simpel, maak een selfie van jezelf tijdens het kijken van deze livestream. Stel voor je hebt hier zo je monitor staan. Jullie zien mij nu, mijn webcam is even mijn monitor. Maak dan even zo een selfie. Zodat je zeg maar ons op de livestream in beeld ziet op jouw selfie. Dus maak een selfie van jezelf dat je de stream aan het kijken bent. En zorg ervoor dat je erachter hashtag doe maar live zet. Als je er namelijk geen hashtag doe maar live achter zet, dan krijgen wij de selfie niet binnen. En dan kunnen wij jou dus ook geen shout-out geven. Ja. Maar maak eens even een selfie van jezelf. Stuur die op via hashtag doe maar live. Een selfie dat je de stream aan het kijken bent uiteraard. Dus niet een random selfie. Je me echt eentje. Dat je dus heb ik heel vaak gezegd, ik maak een selfie en dan maken ze van zichzelf een selfie. Zomer of zo. Ja, hele precies. Oude selfie. Zo op een boot. Ja, dat was in Aruba toen. Ja, maar dat bedoel ik niet. Waar is de fucking stream dan? Klootzak. Nee, dat niet. Maar maak een selfie van jezelf tijdens het kijken van de stream en stuur die via hashtag doe me live op Twitter. En spam hem via hashtag doe me live op Twitter. Hoe vaker, hoe beter. Yes. En dat zou cool zijn. Heb jij alweer een heist? Ik ga nu naar mijn... Oh,
Nee. Ik heb het niet. Je kan het heel makkelijk zien. Mijn huisje is nu nog wit. En als ik een huisje kan doen, dan wordt hij groen. Oh zo, oké, cool. Maar ik kan het nu kunnen dus we ook nog een deathmatch doen met z'n tweeën? Oh, dat kan niet. Laten we even een boekmarkt doen. Want ik heb namelijk zoveel races geboekmarkt, maar ik heb ze nog lang niet allemaal gespeeld. Oké, laten we doen. Ik heb hier Big Huge Ramp, heet deze. Nou, die is kut. Die heb ik al een keertje geprobeerd. Deze is echt kloten. En doe Cars can fly. Het licht. Die ziet er altijd wat beter uit. Cars can fly is ook wel leuk. Die hebben we natuurlijk al eerder gedaan in de stream aan in het begin, maar die was echt heel leuk. Dan kun je lekker over dingen heen stunten en dergelijke. Ik moet zeggen, in één stream zijn ik en Dylan al best wel veel geleveld en hebben we best wel veel geld weten te verdienen. Ja. Dus jongens en meisjes, spam zoveel mogelijk via hashtag Doe Me Live. Maak een selfie van jezelf tijdens het kijken van deze stream. En wie weet, doe mij een shout-out naar jou. Oké. My friends from Friendlist, Dylan is invited. Oeh. Mensen die blijven trouwens zeggen in de chat dat er gedoneerd is via PayPal. Dus ik zal dat zo meteen even checken. Als er namelijk gedoneerd is via PayPal, dan krijg je automatisch een shout-out. Stel of jij Dirk Jan en jij doneert 10 euro via PayPal. Dan doe ik een shout-out. Even kijken. Ik hou alles in ieder geval even goed in de gaten. Ja, ik join je nu. Super. Even kijken. Oh, mensen zeggen dat ze niet kunnen doneren. Dat kan kloppen, want ik heb namelijk een achterstallige betaling via het programma. Of nou, achterstallige betaling, dat klinkt gelijk zo ernstig, maar... Ja. Zo bedoel ik dat niet. Zo, even kijken. Wat is dit? Oh, nee. Already signed up, ja. Zo. Zo. Alles doet het. Even kijken. Ja, alles doet het. Oké. Okay. Oh, ik ben gejoined. Holy shit. Oh, we hebben donaties. Wat dan? Sick. Even kijken. Ik wil even kijken, het zijn kleine donaties, maar dat is totaal niet erg. We vinden het echt awesome. Ik heb hier een donatie van Aaron Streamed. En dit is iemand die bij Dylan op school zit, zegt hij. Ik wil graag trouwens designen voor je Twitch. Ik heb mijn designkanaal genaamd TigerFX. Nou, dankjewel. Hij heeft een euro gedoneerd. Super oh, awesome. Mooi. Bedankt voor jouw donatie. En hier hebben we ook een euro donatie van Jelle DK2000. En hij schrijft, hoi, ik heet Jelle. Hallo Jelle, bedankt voor jouw awesome donatie. Hallo Jelle. Ja, sick. Ik denk, Dylan, als wij... Zullen we even een soort van iets leuks bedenken? Gewoon even iets randoms, dat de kijkers ook echt weten wat er nou met het geld gedaan wordt. Wat is nou een bepaald evenement of iets leuks wat wij zouden kunnen gaan doen met het geld, met z'n tweeën, en waar wij dan een leuke video van zouden kunnen maken voor de kijkers? En als ze echt het idee hebben dat ze wel ergens voor doneren, als ze het dan willen doen. Nou, karten. Karten zou leuk zijn. Veel, en karten is ook vet, en daar race je ook in. Klopt. Ja, dus dat heeft met GTA te maken, ja, inderdaad. Daarom. Jongens en meisjes, wij gaan met het geld dat wij uiteindelijk hebben opgehaald, met het donatiegeld, als we dan uiteindelijk genoeg donaties hebben ontvangen, gaan ik en Dylan samen met dat donatiegeld karten, nemen we actioncams mee, nemen we camera's mee en dan gaan wij dat voor jullie filmen. Oh, en nogmaals, als je gedoneerd hebt, je kunt even hier beneden onderaan de stream kijken, staat namelijk een PayPal logo. Als je op dat PayPal logo drukt, kun jij een bedrag invoeren dat je wilt doneren via PayPal aan mij. En dan gebruik ik dat om uiteindelijk samen met Dylan een dag mee te gaan karten en daar hele vette opnames van te gaan maken. Yes. Ik vind het cool. Ik ook. En uiteraard krijgen ze een shout-out als ze gedoneerd hebben. Ja. En iemand is ons rejoined. Ja, nou, maakt niet uit. Dus we moeten even van hem ook ownen. Dan moeten we in... Oh, dat is wel leuk, want als we dan ownen, dan krijgen we geloof ik nog meer. Dat is wel episch. Omdat we dan van meer mensen ownen. Ik heb niks ingezet. Ik heb ook niks ingezet. Ik gun die kerel helemaal niks. Ik weet trouwens niet wat voor auto ik heb geselecteerd, maar... Ik heb een... Who cares? Ever. Oh, die heb ik geloof ik ook. Ja, die heb ik... Nou, ik weet het niet. Ik vind die gele auto's echt zo epische GTA 5, hè. Holy shit. Oh, je hebt die. Oké, dus... Oké, okay, head start, hè, Dylan. Kom op. Ja, ik wou net zeggen. Ga voor die boost. 3, 2, 1... Bij mij telt het niet eens af. Nu. Ja, ik heb hem. Huh? Bij mij... Wow, bij mij glitcht het. Toen jullie reden, bij mij niet. Bij mij pas aftellen. Ik ga proberen deze keer echt perfect. Oh, hij vliegt helemaal door de lucht, die andere gast. Ah, kut. Ik ben nu alweer over de kop gegaan. Oh, ik kom tegen een paal aan. Wow, wow, wow. Oh, kut. Oh, kut. Oh, kut. Ik moet even een klein stukje opnieuw doen, want ik kwam namelijk inderdaad ook tegen een paal aan. Holy shit. Maakt niet uit, maakt niet uit. Dylan entered first. GG. Nu is het wat minder concurrentief tussen ons twee, want we hebben nu natuurlijk nog een derde tegenstander erin. Ja. Laten we gewoon teamen. Ja, laten we team. Gewoon kijken of we hem onderuit kunnen halen. Echt sneaky zijn wij op het gebied. Maar hij ging volgens mij de verkeerde kant op of zo. Ja, hij heeft deze map waarschijnlijk ook nog nooit eerder gespeeld. En dit is natuurlijk zo'n soort van speciale... Map. Ja, precies. Oh, is die rare jump weer dat je op de verkeerde ding kan komen. Ja, ik ga dit niet als eerste finishen. Ik zou tot nu toe wel eerste. Nee, ik zou gewoon derde. Oh, jullie lopen heel ver achter. Ja, klopt. Dit gaat totaal niet goed bij mij. Oh, maar okay. Ik ben nu bij een plek waar ik heel slecht in was net. Dus ik hoop dat het nu wel goed gaat. Ah, kut. Ik ga weer veel te ver door. Dit is moeilijk.
Maakt niet uit, jongens en meisjes. Als ik het nu behaal, ben ik eigenlijk al wel tevreden, to be honest. Ja, ik ook. Oké, come on. Yes. Ja. Oh, come on. Ja, ja, ja. Oké, ik zei jammer genoeg. Ik wil ook uiteindelijk echt mijn eigen auto gaan pimpen. Dat lijkt me ook best wel episch, ja, als ik heel veel geld heb. Ik heb dat ook nog niet gedaan. Hoeveel geld heb jij nu dan? Nu 90.000. Arikion is op zijn bek gegaan. Mijn auto is helemaal kapot, maar ik rijd gewoon nog door. Serieus? Oh, mijn is nog niet kapot. Nou, tenminste, dat komt ook omdat ik natuurlijk net weer gerespawnd ben. Ja, jij loopt heel ver voor op ons, geloof ik. Wat? Jij loopt echt heel ver voor op ons. Ja, ik zie jullie niet eens. Oh shit. Ja, ik ga echt elke keer kaart op mijn bek, jongen. Dat is echt niet normaal. Op een of andere manier zijn er... Ik moet een map echt minimaal 2 keer achter elkaar spelen voordat hij echt supergoed gaat. Super apart. Oh, ik heb weer zo'n palmboom geraakt. Ben ik weer gecrashed op die fabriek. Wat heb ik met die palmbomen, jongens en meisjes? Ze mogen dillen gewoon niet, denk ik. Ze mogen me echt niet. Ik ga de hele tijd dood door die palmbomen. Crash ik door de lucht. Zo. Oh man, ik doe deze race echt niet goed op het moment gewoon. Ah, kutzooi. Nee, ik zei derde en ik weet ook zeker dat ik derde blijf staan. Ik heb het echt helemaal verpest, jong. Dit is echt niet normaal. Maar ik snap niet dat ik zo goed ga, want ik verpest het ook. Die race van jou wil ik zo meteen weer eens keertje proberen. Met die mode, waar we toen allebei 10.000 op hadden ingezet. Oh ja, dat je 2 keer won. Ja, maar jij wist het toen niet, hè. Dat is voor de mensen die dat niet weten, dat is helemaal in het begin van de stream gebeurd. Ah, nee, kut! Oh, dit is zo lullig, Dylan. Je wil niet weten wat er allemaal gaande is. Come on. Ik kan dit niet. Op een of andere manier lukt deze race niet, jongens en meisjes. Ik reed helemaal door en had gewoon een checkpoint gemist. Oh, dat is helemaal niet zo slim. Nee, ja, bij mij is het nog erger geweest, dat dus. Come on. Ja, oké, nu heb ik hem wel in 1 keer goed. Super. Maar dit zijn dus voor de mensen die het niet weten, dit zijn geen Rockstar mappen. Dit zijn mappen die gemaakt zijn door mensen voor GTA 5 als het ware. Ja. Mappen kun je namelijk maken via een bepaalde creator die er is in GTA 5. Ik heb het zelf ook even geprobeerd, maar ik was al snel zo van nergens zin in. Ik speel ze wel gewoon van anderen. Ik vind het veel leuk om op te nemen. En te editen en dergelijke. Ik ben niet zo van het creëren van mappen. Oh shit. Je moet 1 mega jump maken, maar die hadden we net niet. En het lukt me niet. Oh, iemand anders is je ook al. Ik ben ja? De tweede. Tweede? Ja. Hoe snel is die kerel? Dan is heeft die kerel jou heel snel ingehaald. Oh, hij heeft het niet gehaald. Je moet op een dak springen. Echt? Oh, dat weet ik niet meer. Ja, ik ook niet. Kan ik me niet herinneren. Hebben we deze dan al wel gespeeld in deze stream? Ja, alleen het einde kan ik me gewoon niet herinneren. Dat is heel vaag. Want ik zie namelijk ook dingen waarvan ik denk van, huh? Ik heb het gehaald. Oh, jij hebt het gehaald? Ja, ik heb het nog lang niet gehaald, want ik ben het namelijk echt een beetje aan het verkloten op het moment. Dus waarschijnlijk ga ik het ook niet halen. Come on. Ik weet nu in ieder geval wel hoe je je auto zeg maar niet kunt laten doorspinnen wanneer je van een hoge jump op de grond komt. Dan moet je namelijk wel even remmen. Op een of andere manier spin je dan niet door. Ja, of je moet een keer een andere auto proberen. Dat zou ook kunnen, want deze keer heb ik niet de Comet en daar speelde ik eigenlijk normaal gesproken wel mee. Dus ik heb nu wel een soort van andere auto, alleen... Wow, bij mij dat is een onrealistische GTA 5, hè. In GTA 5 is het ook echt zo van, je rijdt door muren heen, door lantaarnpalen heen, maar een stukje gras. Ja. Dat kan je, hoor. Oh, kut. Ja, ga ik het dak op? Nee, ik ga het dak niet halen. Oh, kut. Ja, YOLO. Nee. Oh, ja. Oh, nee, net niet. Nee, daarom ging ik ook expres bijna op mijn kop, omdat ik namelijk dacht van, nou, doe dan maar een explosie. Ja. Oh, kut. Oh. Ik heb het niet eens gehaald. Oh, dat is kloten. Shit. Oké, zullen we nu even die race doen die jij al eerder had gedaan, waar we zoveel op hadden ingezet met z'n tweetjes? Oh man, ik heb in één keer jeuk in mijn oor. Oh, zo vet. Jeuk in je neus of in je oor kan echt zo ongelooflijk vervelend zijn. Ja. Er zijn weinig dingen die echt heel vervelend zijn, maar geloof me, dat wil je niet. Dat is vervelend. Nee. Even kijken. Nou, alles verloopt nog goed, dus daar ben ik zeer tevreden mee. Let's go! Ja, we kunnen hem nu al gewoon... Nee, laten we hem maar niet restarten. Dat is nee, niet laten we hem niet doen. Want anders kunnen we natuurlijk niet degene doen die jij wilt spelen. Of ja, niet die jij wilt spelen, maar die jij zeg maar moet selecteren. Ja, precies. Oh man, die heists, die zijn zo sick, guys. Echt waar, ik hou echt van heists gewoon. Dat zijn echte... Ik denk ook wel dat GTA 5... Wacht eens even, heists, zijn die niet nieuw erbij gekomen bij de PC toen? Nee. Die waren er al. Echt? Ook op de PS3 al, eerder? Hè? Serieus? Want ik zag namelijk bij ook heel erg veel maar grote Grand Theft Auto-YouTubers. Nee, precies, want ik zag dat namelijk echt een paar maanden terug, zag ik het echt pas voor de eerste keer. Ja, klopt. Maar je kunt het dus ook op PS3 en zo doen, ja, op PS4. Ja, ja. Oh, oké. Okay. Nou, ik dacht misschien kan het alleen op PC, maar... Het zou wel vet zijn, maar helaas First niet. Person is wel alleen voor PC, right? En PlayStation 4 en Xbox One. De nieuwe next gen. Ja, oké. Okay. Nou, toch, ik moet eerlijk toegeven. Ik weet niet, het is heel apart, want ik heb GTA altijd wel interessant gevonden, maar zo interessant als dat ik het nu vind, heb ik het nooit gevonden eigenlijk. Ook niet. Maar nu dus GTA 5 voor de PC's en al die mogelijkheden gaan als het ware open met livestreamen en superleuk eigenlijk, dus dat scheelt. Dat is hij is bij mij nog aan het laden. Come on. Hij laat heel lang. Oh, nee, hij doet het alweer bij mij. Super. Doet hij het. Ik start het meteen. Online, jobs, play, job, bookmarked. If you are a good sport, you will survive. Oh, je hebt jij dat trouwens al een keer gekregen. Dat je geld kreeg omdat je namelijk altijd zeg maar goed speelde. Ja.
Oh, Job. We gaan even een andere race doen. Dit is echt een geniale race. Oké, ja, ik ben benieuwd. Ik sta altijd voor leuke ideeën open. Ga ik ondertussen even een stunt doen, want ik sta hier nu toch. Kijk, het is in de bergen en dan moet je van een berg af. Maar je moet in een soort van kel. En het is zo klunzig en het is echt vet irritant. Ik ben heel benieuwd. Moet ik even... Ik kan gewoon even nu gaan stunten, toch? Totdat jij hem gejoined hebt. Ik verzoek jou nu eens... Ik fight je nu. Oké, cool. Ja, ik heb het ontvangen. Tenminste, even kijken. Nee, nog niet. Tenminste, ik denk het. Ja, hier. Dinner Pace. Oh ja, Land Race heet hij. Oké, ik ben benieuwd. Oh, het is een Death Race. Land Race? Trouwens, heb jij dat ook vaak gezien? Je hebt namelijk ook een bepaalde race en dan kun je GTA-modus kun je selecteren. En dan kun je ook echt wapens oppakken. Oh ja. Wat, ja, dat heb ik ook een keer gezien. Ja, Land Race, ik weet het niet, maar ik zit nu wel bij jou in ieder geval. Ja, ik zie het. Zo. Let's see. Ik zal heel snel beginnen trouwens, anders komen er namelijk zo meteen weer random mensen bij. Nee, ik heb het uitgezet. Oh, nice. Oh, dan kun je natuurlijk uitzetten. Ja, dat had ik net ook even moeten doen. Ja. En is het een Rockstar created of? Nee. Dit is gewoon een custom map. Ik ga voor de comment. Ik meen het, jongens en meisjes. De comment is echt mijn favoriet. Oh, deze is ook een chill. Ja, ik ga voor de Voltic. Ik ga gegarandeerd voor de Voltic. Die is namelijk lekker klein. Klein, maar fijn, zoals ze dat zeggen. Dus dat moet allemaal goed gaan komen. Ik zet niks in. Je weet niet wat voor race het is, joh. Oh, kut. Ik heb nog niks ingezet. Ik had er nog op moeten klikken. Anders had ik namelijk 3700 ingezet. Dat is namelijk het enige wat ik nog over heb na het kopen van mijn nieuw appartement. Maar misschien krijg ik zometeen wel weer wat money erbij. Dat is geniaal, hè? Oh, dit is natuurlijk echt heel veel op bergen en dergelijke. Ja, en zometeen moet je ervan af. En dat wordt echt een drama. Ik ben heel benieuwd. Oh ja, die boost natuurlijk weer. Ik ben echt de boost, man. Wow, ik wou je beuk, maar het mislukte. Ik zag het, ouwe. Ik denk, wat ga jij doen dan? Ik zag je in één keer vol langs me heen chasen. Oh, nee, ik ben nu helemaal beneden. Oh, je bent gelukkig wel niet? Oh nee, laat maar. Nee. Je kunt gelukkig wel een beetje een weggetje zien. Ja, gelukkig. Oh, ik crash door een rots. Oh man, dit is best wel moeilijk in principe, hoor. Zo. En daarom zei je dat tegen mij van, je weet niet wat voor race het is. Nou, ja. Ik zie het inderdaad. Ja, maar ik zo meteen dan... dit is nog pas het begin, hè? Ik zit denk ik vast. Tenminste. Oh nee, nu moet ik naar beneden toe. Ja, nu is het een soort doolhof wat hier komt. Kut, ik moet naar achteren rijden. Kut, kan ik naar achteren rijden? Nee, ik kan niet meer naar achteren rijden. Okay, oh nee, ik zit vast. Come on. Oh, ik ben screwed. Oh, ik zit er... Ja, oh, ik heb het gehaald. Ik zit echt heel erg vast. Oké, ik heb het gehaald. Oh, sta je voor? Nee. Oh, jij hebt het ook gehaald? Nee, ik heb het niet gehaald. Huh? Oh, jij bent wel naar beneden. Heb je hem gehaald? Nee. Oh. Ik ben nu bij de steiger. Ik weet niet waar jij bent, ik ga nu naar beneden. Oh. Oh, daar is die steiger. Ik moest even kijken, want ik snapte het even niet helemaal. Oh, ja, dit is echt vet moeilijk. Dit is gewoon bijna zo wat vallen. En maar hopen dat je auto onder controle krijgt. Oké. Come on. Oké, ik moet even... Ja, ik zat nu op die steiger. Ik wou daar perfect op staan. YOLO! Oh shit! Ik zit vast. Ik zie het al wat voor iets dit is. Oh nee, ik zit vast. Ja, ik ga ook vast komen te zitten. Tenminste, holy shit guys! Ik ga gewoon achteruit nu. Dit is fucking epic, ouwe. Oh. Ik kom jou inhalen zo direct, denk ik. Nou, tenminste, jij gaat ook best wel snel, geloof ik. Ja. Oh, maar dat is wel leuk hoe ze het hebben gedaan, want je rijdt wel een soort van. Ja, dus je moet je auto onder controle krijgen. Dat is best moeilijk, maar ik denk dat als je echt heel goed bent in GTA, zoals ons, weet je, hé. Ja. Nee, maar ik bedoel, het is best wel te doen in principe. Alleen, je moet een beetje zorgen dat je niet in het gat zit. Je moet eigenlijk meer op de bergen gaan. Ja, precies. Bij mij lukt het aardig. Bij mij nu ook wel. Ja, bij mij gaat het nu gewoon goed. Het is wel echt zo'n blikje kolen wat je dan op de straat vindt, weet je wel. Mijn auto nu, wat helemaal fijn geperst is. Mijn auto is ook nog eens rood, dus past ook nog bij cola. Oh man, ja, ik heb een checkpoint gemist. Ja, mijn auto is kapot. Ah, tenminste kapot. Ik heb een checkpoint zwaar gemist. Maar dit is echt een leuke map. Ja, dit is leuk. Ho. Oké, dan ga. Oh. Wow, ik span ook letterlijk op een rots, weet je wel. Maar dan ook echt op een rotsrot, zeg maar. Dat ik echt gewoon op een hele aparte manier moet proberen er vanaf te komen. Ja, dit is een echt een bizarre map. Oh, maar het lukt. Ja, ik rol er ook weer helemaal vanaf natuurlijk. Het is echt pijn om niet te doen, dit. Ik heb het bijna gehaald. Ja? Oh, ik niet. Oh man, dit is moeilijk, jongens en meisjes. Geloof me, jongens en meisjes, als dit er veel makkelijker uitziet dan het is. Oh, dit wordt zo leuk, hè? Oh, kut! Ik ga niet zeggen wat. Ik rij vol tegen de muur aan. I'm back in the game, bitches. Het is leuk, maar je gaat niet zeggen wat. Ja, nu maak je me wel heel benieuwd. Vorige keer toen je dat zei, werden we uit de lucht gehaald door een magneet, dus... Ik ben benieuwd wat het deze keer is. Nu is het niet zoiets. Nou, waarschijnlijk is het deze keer een bepaalde jump of zo die mij tegemoet gaat komen. Nee, ook niet.
Benieuwd. Ja, of je staat op een hele retarde manier vast of zo. Nee. Je hebt het gehaald, hè? Nee. Maar waarom sta je stil dan? Ik sta niet stil. Je staat bij de finish te wachten op mij, hè? Wat bedoel je? Ja, fuck jou, ik zie het wel. Je gaat bij de finish wachten. Woehoe! Ik had hem nog net op tijd. Ja, je had hem net op tijd. Hé, maar dit was een awesome race, ouwe. Ja. Ik wil deze nog even één keer doen, want deze vond ik nou echt leuk. Dit is namelijk echt zo'n race die sowieso na de tweede of derde keer nog steeds leuk is. Okay, gewoon omdat je namelijk elke keer toch alweer op een andere manier naar beneden valt, weet je wel. Wow, ik kreeg hier heel veel RP voor. Echt waar? Heel veel. Ja, 2300. Wow. Hou, dat is heel veel. Ik ga even kijken hoeveel awesome kijkers er al een selfie van zichzelf hebben gestuurd. Oh ja. Waarbij wij kunnen zien dat ze de stream aan het kijken zijn. Ik ga even wat shoutouts doen. Dikke, vette shoutout naar Daniel Jonkers. Oftewel Township Game, retweet voor jou. Dikke, vette shoutout naar Jona, Gamerboy Jona. Super awesome, bedankt voor jullie selfies. Als jij nou ook een leuke selfie van jezelf hebt, dat je onze stream aan het kijken bent, stuur hem dan vooral naar ons toe met hashtag Doe Maar Live. Wij zouden dat namelijk... Super veel selfies. Ja, het is echt insane, jongens en meisjes. Jullie zijn echt bazen gewoon. Jullie willen niet weten. Wij vinden het echt awesome om dit mogen te ontvangen van jullie. Al jullie feedback, al jullie support. Dus houd erin. Maak een selfie van jezelf. Stuur hem met hashtag Doe Maar Live naar ons op. En blijf natuurlijk lekker mee tweeten. En als je een donatie wil doen, kun je dat doen door even op die PayPal-knop te drukken onderaan de livestream. Want als we namelijk genoeg donaties hebben, gaan we er uiteraard uiteindelijk mee karten. En dan gaan we dat opnemen voor jullie. Dus dat is een beetje wat we met de donaties gaan doen. Hopelijk kunnen we zo snel mogelijk gaan beginnen met deze race. Want ik vond deze namelijk echt genius. Ja, hij gaat nu beginnen, toch? Ik geloof dat. Een jeuk in de neus. Oh man, een jeuk in de neus is echt zo vervelend, hè. Helemaal als je al aan het racen bent, dan word je krabben. Dan zie je echt zo van, I'm ready, steady to go, man. Ik ook. Weet je wat best wel knap van mezelf is? Ik heb al gewoon 5-6 maanden geen energy meer gedronken. Wow, ja, ik ook niet, hoor. Echt insane. Ik dronk het echt, nou, elke dag is overdreven. Maar ik dronk het wel meerdere malen per week. Maar ik ben er gewoon vanaf gestapt. Dus is in een verkeerde race. Oh, ik dacht het al. Bij mij zie ik letterlijk alleen maar de lucht. En dat is het enige wat ik zie. Ik kan niet lief, want ik zie letterlijk alleen... Oh ja, nu staat het Dylan left. Alleen, ik zie de lucht en er gebeurt niks. Waarom? Oh. Oh, ben je ook glitchy dan waarschijnlijk? Ik heb het idee dat hij vastslaat, inderdaad. GTA, come on. Ik laat hem wel gewoon even zo. Dan hoop ik dat hij het in ieder geval snel weer gaat doen. Nou, al denk ik dat dit weer een beetje dezelfde glitches die ik had toen ik ook een wit scherm had, eerder in de livestream. Oh. Hij blijft ook echt zo hangen, weet je dat? Dat is heel raar dit. Ik kan niks, letterlijk niks als in... Oh jawel, hij laat. Oh super, ik was namelijk al heel even bang dat ik weer GTA moest afsluiten met taakbeheer, maar schijnbaar hoefde dat niet. Dat is mooi dat het niet hoeft. Het zou ook best wel episch zijn als ze dit hadden, zo'n soort van downfall met een motor en dan ben je echt zo af, weet je, met een motor. Ja, maar dan ga je ook snel dood. Man, ik zo bedoel je? Man. Ja, precies. Dat je echt met een motor gewoon super hard van die berg af moet crossen. Ah. Maar het is jammer dat er niet weer een heist beschikbaar is, man. Ik heb er serieus super veel zin in. Ja. Helemaal dat we gewoon 100... Hoeveel kregen we nou precies? 157? Ja, gezamenlijk. Oh nee, wacht. Jij krijgt extra, hè? Want jij had een bonus. Dat is fucking insane. Maar je hoorde toen 57.000 te krijgen. Hij is nog steeds bij mij aan het laden. Dylan, wat ben je aan het doen? Wat? Je zag jou echt zo heel geconcentreerd kijken. Ik las de chat. Ik merk... Dat je weer kan. Zal ik even kijken? Ik merk aan mensen wanneer ze geconcentreerd zijn. Dan krijg ik altijd een slappe lach. Dat merk ik gewoon aan de manier waarop ze dan praten. Dan gaan ze de zinnen die jij zegt, gaan ze herhalen. En dan zeg ik dus tegen Dylan van... dat zou wel vet zijn als ze dan met de motor hadden. Ja, het is wel vet als ze dan met een motor hadden. En dan zit zo stil, weet je wel. Dan weet je gewoon van, er is iets aan de hand. Oh. Dus ik zat op je cam te kijken en ik... Oké, dan weten we dat, jongens en meisjes. The more you know. Holy shit. Er staat in één keer dat er allemaal... Oh, ik heb allemaal heist invites en dergelijke. Text. Simon, grab these vehicles. Ik geloof het allemaal wel. Joblist. Invite to heist. Ik kan nog geen heist doen. Wat zouden we ook weer gaan doen, Dylan? Die race opnieuw. Play heist! Kan je het? Ja! Je wat? Oh nee, join on call kan ik doen. Oh nee, dat is zo'n quick join iets. Ah, jammer. Ik had eigenlijk gehoopt dat het kon. Oké, even kijken. We moeten gewoon een beetje rondlopen en dan krijgen we vanzelf een belletje. Ja, precies. We kunnen ook gewoon even... Ja, ik wil eigenlijk proberen toch nog zoveel mogelijk geld en dergelijke binnen te halen met z'n tweeën. Maar waarom kunnen we met z'n tweeën niet een missie doen? Als in een missie. Dat vind ik juist zo leuk. Oké, wacht. Dat kan ook bij online. Dan schrijf ik naar jobs en dan play job en dan... Walkstar created. Ah, job. Missions, ja? Weet je wat ik eens een keer wil doen? Ja? Ik zag dat je kon tennissen.
Dat moeten we een keertje met z'n tweeën doen, inderdaad. Omdat niemand wou tennissen. Dus zullen wij gaan tennissen? Laten we dat zo doen. Ik heb nu heel even een missie gejoined, maar als die niet kan, dan gaan we inderdaad tennissen. Oh, daar is het kan, Dylan. Ja, deze kunnen we met z'n tweeën doen. Confirm settings. Oké. My friends. Van friendlist. Hier krijgen we namelijk heel veel voor. Lang niet zoveel als bij een heist, maar dit werkt in ieder geval wel. Ik weet alleen niet wat voor eentje dit is. In the financial crisis thought as everything. Oké, dit is leuk. Oké, guys, ik en Dylan gaan een missie doen. Je hebt me gefight? Als het goed is wel. Ja. 3, 2, 1. En... I'm ready to rumble. Spray and spray staat er zelfs. Dat je ook als je... Oh ja, je bent gejoined. Dat je ook dus zeg maar een bepaalde stat hebt voor het sprayen van dingen. Dat je dan bijvoorbeeld ook heel goed in kan worden. Jij hebt het goed in stealth, oftewel ninja. Daar ben je echt OP in gewoon. Ja, maar ik weet niet wat het is. Ik geloof dat stealth, dat is geloof ik jouw beweegvaardigheid. Dat je echt heel snel bent. Go to Richmond Mansion. Oké, Dylan. We moeten erheen. Ja, we moeten even een autootje... Is je dichtbij? Plunderen. Dat weet ik niet. Dat kunnen we zien wanneer we even een auto pakken. Laten we anders maar gewoon even een auto pakken die hier in de buurt vinden. Zodat we er niet eentje hoeven te overvallen als met een pistool. Ik geloof namelijk dat als je een missie afrondt zonder dat de politie achter je aan zit, dat beter is. Dat weet ik niet zeker. Waarom neem je niet die hiernaast? Kijk, die ziet er veel beter sneller uit. Ja, ik heb het idee dat deze... Oh ja, dat is wel beter. Laten we die pakken inderdaad. Dan nemen ze een hele oude verroeste. Weer even een raampje ingetikt. Doen we gewoon even hier in Grand Theft Auto 5. Zo. Oké, let's go. En dan moet ik natuurlijk even met die kabeltjes gaan aankutten om die auto aan het werk te krijgen. Oh, dat hoeft bijna niet. Oké, dat is maar iets meer dan een kilometer. Anderhalve kilometer. Ik ben best wel benieuwd eigenlijk wat voor missie dit is. Wat heb je vaker van die missies gedaan naast heist, zeg maar? Gewoon... Nee, eigenlijk niet. Alleen racen. Heb je de singleplayer van Grand Theft Auto 5 wordt uitgespeeld? Nee, ook niet. Ik eigenlijk ook niet. Ik heb het wel een keer gedeeltelijk op de PS3 gedaan en gedeeltelijk op Doe Maar Gamen, maar echt uitgespeeld nooit. Ja, we kunnen natuurlijk ook een kerel uit zijn auto gooien, zodat we een mooiere auto kunnen gebruiken hiervoor. Maar in principe... Ja, het gaat op zich wel goed. Hij is ook niet heel sloom. Hij is inderdaad niet heel sloom, daar sta ik nog best wel van te kijken. Zijn we er bijna? Oh, ja. We zijn al een halve kilometer, hebben we al afgelegd. We rijden ook heel mooi tegen het verkeer in, we hebben gewoon schijt op dat gebied. Oh, en een paaltje om, maakt niet uit. Kan allemaal, misschien wel een super belangrijk bord, zodat kinderen niet overgereden worden. Wij komen eraan, is je bord weg. Maakt niet uit, jongens en maatjes. Doen we allemaal. Jullie kunnen natuurlijk lekker mee blijven tweeten met hashtag DoeMeLive op Twitter. Laten we kijken of we hashtag DoeMeLive trending topic zouden kunnen krijgen. Ik weet dat jullie het kunnen. En denk natuurlijk niet bij jezelf. Nou, ik doe het niet, want anderen doen het wel voor mij. Want als je zo denkt en iedereen denkt zo, dan komen er natuurlijk helemaal geen awesome tweets van jullie. Dus nee. Ram zoveel mogelijk. Hashtag DoeMeLive tweets eruit. Hashtag DoeMeLive staat ook onder Dylan zijn facecam. Dus jullie kunnen heel mooi zien hoe je dat schrijft. En dan laten wij gaan voor trending topic. We can do this, guys. Yes. En ik ben nu bij de plek waar we moeten zijn. Richmond Mansion. Oké, moet je hier uitstappen of zo? Oh, deze ken ik, ja. Waarschijnlijk moet jij het systeem... Oh, sorry. Waarschijnlijk moet jij het systeem hacken hier. Oh, oké. Of is dat niet dit? Ja, jij moet het systeem hacken. Tenminste. Ja, doe jij dat, het systeem hacken? Ja, als ik weet hoe. Oh, dan ja, moet je gewoon er tegenaan staan. Oké, ik doe het. Is het precies hetzelfde bij dat hij? Oh ja, zometeen als we... Ja, precies hetzelfde. Alleen zometeen... Tenminste, dat denk ik wel. Maar alleen zometeen wanneer de poort open gaat, komt er een hele hoop politie op ons af. En dan moeten we proberen die van ons af te houden. Oh, okay. Dus ik pak alvast even mijn goede wapen erbij. Oh, dit dat werkt is namelijk anders. Mijn combat pistol. Wow, het lijkt nu op een echte computer. Je moet op my computer drukken dan. Oh, dat is wel episch, ja, inderdaad. Access denied? Wait for your teammate to hack the keypad. Oké. Okay. Ik ben best wel benieuwd hoeveel we hiervoor krijgen. Ik geloof 7000 of iets. Wat in principe niet echt verkeerd is voor gewoon even een missie. Ik snap hier niks van. Job, jij mag het doen. Oké. Okay. Ja, ik heb meteen ook de kijkers laten zien. Want volgens mij doe je niks nu, toch? Nee, ik moest even wachten, ja, inderdaad. Kijk, moet je eens kijken hoe moeilijk het eruit ziet. Ik zie niks. Ik glitch. Ja, dat had ik ook. Moet je even wachten. Ja, oh ja, nu ga ik voorstaan. Oké, open de computer. My computer. Klik on external device. External device. Run boot. Oké. Okay. Ja. Correctly freeze each column to reveal the password use. Oké, okay, to change columns and press I. Oh, ik snap het al. Dat is niet zo moeilijk, toch? Ja, ik gewoon te snel. Ja, je moet zeg maar de rode, wanneer dat rode lettertje er is, dan moet je klikken. Dus dat heb ik nu. Dus ik heb, het wachtwoord is morph. Morph. Morphus is het wachtwoord. Ah joh, nou dit lukt wel. Waarschijnlijk had je niet gezien natuurlijk, die rode letters. Nee. Ja, ik heb hem gehackt. Ja? Oké, okay, ja. Zullen Oké, okay, nu moeten we uitkijken. Kijk, Dylan. Nee, kom de auto in, Dylan. Ze gaan je doodschieten. Maar dan heb ik geen goed wapen. Oké. Oké, dat maakt niet uit. Blijf maar achter de auto lopen, dat kan ook. Dan rij ik ze wel gewoon gedeeltelijk over. Nee. Oké, we moeten beter denken. Dit is niet goed. Ja, klopt, dit is dom. Waar ben je? Oh, je bent helemaal doorgereden. Waar ben jij?
kut. Ja, ik probeer weg te komen. Ik ga dood. We moeten iets met die auto's doen. Ik weet niet wat. Ik stap gewoon in. Ik ben met de auto. Ja, maar ik... Oh, serieus? Heb je losse kops. Oh my god, Dylan, wacht op mij, wacht op mij, wacht op mij. Hier, pak heb jij de auto al? Pakken. Oh, oké. Okay. Kut. Ja, ik heb één. Ik ga alvast weg. Oké, geen probleem. En dan moet je vluchten. Oh, ze sturen zo slecht, die dingen. Ja, klopt. Dat hebben ze expres gedaan voor deze. Totaal geen grip. Heb nee, ik heb de eerste auto dood. Heb je de auto? Bijna. Het is heel moeilijk dit. Oh, ze sturen zo slecht. Ik hoop dat je jou wat beter stuurt. Ik heb de auto. Zo goed als. Er zit een kerel in. Oh, die kerel is dood. Of nee, die leeft nog. Ik heb hem. Ik heb de auto. Oké, nu moet... En ik rij nu weg. Oké, ik heb de politie bijna kwijt. Ja? Oké, ik ga hem nu kwijtraken. Oh, dit is een kut auto, joh, zo! Stuurt hij ook heel slecht? Ja, die is een beetje ook. Ik word alleen bekogeld door een helikopter, geloof ik. Omdat jij natuurlijk ook al eentje gestolen hebt, dus ik heb 3 sterren nu. Oh, nee, ik heb er 2. Had je er 2 de hele tijd? Ja. Oh, omdat we natuurlijk 2 auto's gestolen hadden, had ik er gelijk 3. Dus voor mij is het nu ietsje moeilijker, maar dat lukt wel, denk ik. We moeten even kijken of ik het gebied een beetje uit kan komen. Come on. Oh, oh. Ja, ik ben ze kwijt. Tenminste, zo goed als. Ja, nu moet je nog wachten, hè? Toch? Ja. Tot ze echt weg zijn. Nee, heb ik geloof het wel. Ja, oké, ik ben klaar. Ik moet hem nu brengen. Ik moet hem ergens naartoe brengen, de auto. Mij zitten nog steeds Louis de Kaps. Ik ben ze ook zo goed als kwijt nu. Tenminste, ik ben ze al een lange tijd kwijt. Alleen... Ja, ik moet nergens naartoe rijden. Ja, je moet de auto bij iemand afbrengen. Dan heb je de missie voltooid. Dus ja, jij krijgt waarschijnlijk het grootste gedeelte van het geld. Omdat jij namelijk het eerste bent die de missie heeft voltooid. Tenminste. Ik heb geen idee. Ja, ik zit midden in de politie zo vast. Slecht. Deze auto ook dus echt niet hebben. Oh, ik zie jou daar, Dylan. Waar? Wacht daar, Dylan. Wacht. Moet je naar dezelfde plek als mij toe, of niet? Nee, ik waarschijnlijk niet. Jawel. Ja, ik zie jou. Je was echt super dicht bij mij zojuist. Huh? Maar jij denk gaat de ik. Andere kant op. Nee, nu niet, toch? Ik... Volg... Waarschijnlijk omdat ik namelijk al gelijk naar de goede plek toe reed toen ik de politie aan het afschudden was. Had ik dat helemaal niet door. Ja, waarschijnlijk neem gewoon... Ja, ja, dat is het. Nee, maar waarschijnlijk een andere route. Ja, ja, dat. Oh, maar ik dit is best wel een grappige missie. Nog hoeveel kilometer moet jij nog dan? 75. Oh, dat heb ik ook. Meter. Ja, ja, dat oh, snap shit. Ik. ja, 75 kilometer. Daar ben je wel even een streampje mee bezig om dan... Ja, precies. Wij zitten inderdaad op dezelfde weg. Tenminste. Even kijken, dat ben jij. Nou ja, we gaan waarschijnlijk naar dezelfde plek. Ja, en als we dan die ouders afgeleverd hebben, hebben we de missie voltooid. Dat vind ik altijd wel leuk, zo'n missie even tussendoor, weet je wel. Van die echte soort van deliver missies, weet je wel. Dat je iets moet optenen door echt allemaal mensen dood te schieten. Maar het is wel raar dat die politie er zo snel was, joh. Dat is niet normaal. We hadden net dat device ding gehackt en ze waren er. Oké, ik ben er. Oké, nice. En nu? Als het goed is, moet je even wachten op mij. Ja, ik moet wachten op jou. Maar ik ben er ook zo goed als. Tenminste... Oh, nee, jij hebt hem gedeliverd. Oh ja, het staat dat ik jou moet helpen, maar je kan het zelf wel. Ja, ik ben er nu. Ik deliver hem ook het even iets achteruit. Oké. En... Done. Oké. Nou, dit was hem, geloof ik. Ja, ik vind het goed, jongens en maatjes, hoe we dit even opknappen met z'n tweeën. Oh, dat is Simon, toch? But I will do it for now. Oh, gaan we weer een beetje de stoere Rus uithangen. Klootzak. Wat krijgen we hiervoor? Ik ben echt heel erg benieuwd wat we hiervoor krijgen. Want dit was namelijk best wel een leuke missie. Mission best. We krijgen 15 JP. En we krijgen... Wow, 10.000! Wow. En ik ben in één keer level 14 zowat. Ouwe. Oh. En dan moet je nagaan dat het helemaal niet zo'n hele moeilijke missie was. Dat was... Ja, dat is echt veel. Oh, als we nou continue doen, kunnen we gelijk een nieuwe missie aanvinken. Oh, nou kies jij maar. Doe gewoon Wait. Random. Oké, random. Oh, linksonder. Parachute. Oh, parachute springen. Oké, dan, let's go. Heb je dit al een keer eerder gedaan in GTA 5? Nee. Ik wel, man. Dat is fucked up moeilijk. Geloof me. Dat is echt bijna niet te doen, gewoon. Dat heb ik laatst toevallig eens een keertje gedaan. Dat is echt insane. Maar het is wel leuk. En ondertussen dat hij aan het laden is, ga ik even kijken hoe het gaat met de kijkers. Of die nog lekker aan het meespammen zijn met de oh zo awesome hashtag Doe Me Live. Ik ben benieuwd hoeveel van die bazen er nog zijn. Dikke shout-out naar Foebe Jacobs. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Nog steeds meer dan 500 kijkers, jongens en meisjes. Jullie zijn echt sick. Jullie zijn echt bazen. Dat jullie nog steeds aan het kijken zijn, ik vind dat amazing, gewoon. Nou, play. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Oh man, nog steeds kan ik niet geloven dat we zoveel voor die heist kregen, man. 57.500. Insane. Oh, we kunnen iets inzetten. Oh, ik heb al weg. Oh, dit is tegen elkaar. Ja, ik ga ook ready to play doen, want dit is namelijk tegen elkaar, inderdaad. Wow. Oh, dit is moeilijk, man. Geloof me. Ik kan het echt bijna niet door, jongens en meisjes, parachute springen. Believe me. Press X to dive, A to open. Oké, seems legit. Dive? Dat is gewoon duiken, toch? Oké, ja. Ik ben gaan.
Oh, ik ben gegaan. Ben je ook al gegaan? Ja, ook kut. Ik moet natuurlijk wel openen. Oh nee, ik heb de eerste gemist. Ja, mij. Ik ook. Ik open hem. Ah, tenminste. Tweede ook. Ik wacht, de eerste. Wacht. Ik moet mijn parachute gewoon bijpakken. Dat is in principe niet zo moeilijk. Ik had het idee dat het veel moeilijker was. Nee, ik wil alleen maar springen, maar ja, dat werkt natuurlijk niet. De eerste die heb ik. En ik ga nu naar de tweede toe. Oh, je bent veel onder mij, man. Ja, ik heb heel veel gemist. Oh, zo. Als je de midden van de ring pakt, krijg je trouwens meer, dus. Oh, ik mis ze nu ook allemaal, inderdaad. Tenminste, ik moet gewoon letterlijk in één rechte lijn naar beneden zakken, want het lukt niet helemaal. Wacht, misschien als ik een beetje zo keer. Oh. Come on. Ik wil ze proberen allemaal te pakken, want je krijgt er geloof ik best wel aardig wat geld voor. Ja. Come on. Kut. Checkpoint missed. Lukt het bij jou nog? Ik ben echt... Ja, oh, dit ziet er best wel cool uit trouwens. Oh, bij mij gaat het niet heel goed. Je kunt ook een beetje naar boven toe gaan, hè? Ja, ja, weet ik. Oh, ik heb hem bijna. Ik heb hem bijna. Ja, ik heb hem. En ik kan nu gelijk die andere erachteraan pakken. Hoeveel score heb jij? Nu 105. 105? Auw, hoe kun jij zo ver boven mij staan? Hoe kan dat? Heb jij dan? Huh? 25! Nee, hoe kan dat? Hoe kan dat? Jij raakt ze allemaal, hè? Ja. Hoe dan? Ik weet niet, gewoon goed zijn. What the fuck? Oh nee, ik mis de finish. Ja. Auwe. Zo, oh, ik ben nu wel dood. Ik heb het gehaald. Hoe de fuck? Ik snap dat niet, man, hoe je dat doet. Ik echt, jongens en meisjes, ik heb het al een keertje eerder gedaan. Ik kan niet parachute springen in GTA 5. Vraag me niet hoe het kan, maar het lukt niet. Ik vlieg vol tegen. Ja, natuurlijk. Oh my god. Reserve, reserve, reserve. Reserve! Reserve! Oké, ja, dat is geen reserve voor deze jongeman. Oh man, ik heb echt zo hekel aan parachute springen. Dat is iets wat ik opnieuw geleerd heb hier in GTA 150. Ik heb nog niks gekregen. Waarschijnlijk krijg ik geen eens geld. Ofwel, nou, 390. Gul hoor. Oh, ik ben wel level 14 geworden trouwens. Oh, ik 18. Als je rank up gaat, krijg je dan ook een kleine beloning daarvoor? Dat weet ik niet. Oh, doe maar die feestballen hoor. Doe maar. Ja, ja hoor. Ja, tuurlijk. Feestballen. Even lekker in je hand zo. Ik geloof het. Nee, ik wacht even. Oh, kut. Ik krijg natuurlijk alleen maar weer deze. Refresh. Oh, nee. Doe dat niet. Doe, jij hebt het al gedaan. Ja, weet ik, maar ik ben geliefd, als het goed is nu. Oh, oké. Okay. Ik ben even aan het kijken wat voor epische comments er eigenlijk allemaal zijn, want ik probeer dat ook een beetje saaige heist doen. Ja, maar de heist kan niet altijd, jongens en meisjes, jammer genoeg. We proberen een heist te doen zodra dat weer passable is, maar ja, als dat niet passable is, wordt het moeilijk. Dus hoe lang gaan we eigenlijk door? Ja, ik heb geen idee. We kunnen denk ik nog even één missie doen of zo. Ja, want ik moet ook weer weg. Kom, doe nog één missie en dan laten we het hierbij. We zijn echt heel lang GTA aan het spelen. Ik heb ook het idee dat we echt super lang bezig zijn, ouwe. Ja. Gewoon 3,5 uur al. Holy shit. Geen benul van tijd hierbij. Hier zit trouwens GTA Online Daily Objectives. Je kunt ook dagelijkse objectives doen. Ik zie geld. Dat. Vanaf level 15, volgens mij. Ja, maar dat kun jij dus wel doen. Ja, maar ik snap niet hoe. Nou, jongens en meisjes, we gaan nog even één epische missie doen. En dan gaan we het hier belaten voor deze stream. Dan zijn we namelijk lekker lang live geweest. Deze stream komt ook op YouTube. Dus voor de mensen die dat zich afvragen, als je dit op YouTube kijkt, like natuurlijk even, zouden we leuk vinden. En dan gaan wij denk ik nog maar even één missietje doen. Oké, wat gaan we doen? Even kijken. Zullen we even een race doen? Welke? Ik zal even kijken. Jobs. Oh, we kunnen die Jump Baby Jump doen of zoiets, weet je nog? Oh ja, die van jou of die van mij? Nee, geen één van ons. Die hebben we een tijdje geleden. Jump Baby Jump, ja. Jump Baby, die. Ja, Jumps Baby. Oké, laten we die doen inderdaad, die is leuk. Oké, doe maar. Oh, Vehicle Mod Unlock. Nieuwe Vehicle Mod staat er bij mij linksonder. Oh, dan kun je nieuwe auto's kopen. Oh, dat is wel sick. Oké, nice. That's some epic shit. Hij is aan het downloaden bij mij. En als het goed is, ja, we kunnen beginnen. Point to point. Of nou, tenminste, we kunnen beginnen. Ik moet eerst jou even uitnodigen. Yes. My friends from friend list. Ja, ik heb je uitgenodigd, man. Oké. Dus jongens en meisjes, hopelijk vonden jullie deze stream leuk. Laten we nog even één keer met z'n allen weten dat we allemaal in de motherfucking building zijn. Dus laten we nog heel even met z'n allen keihard gaan tweeten met de hashtag Doe Me Live. Om de stream een soort van mee af te sluiten. Want we gaan het hierna namelijk ermee stoppen naar deze race. Ik had echt helemaal niet het idee dat we al zo lang bezig waren. Ja, holy shit.
Maar toch was het wel leuk. Dat schijnt wel weer dat we dus al gewoon 3,5 uur aan het streamen zijn. Ja. Zie je de invite? Oh ja, ik zie het daar. Moet ik even op drukken? Wacht, ik kom op een rare manier. Oh wacht, ja, ik heb het. Oké, nice. Ik zie allemaal mensen links onder die leften. Oké. Okay. Ik zie het ook. Dat kan. Joining. Well, let's go. Hij is nog steeds, joh. Oh ja, je bent er. Nice. Ja. Dit is echt een hele leuke map, jongens en meisjes. Ik weet niet meer precies of dit nou een... Oh ja, dit was een automap, geloof ik, inderdaad. Dat kan ik me tenminste nog lichtelijk herinneren dat dit een automap was. Ja, ja, ja. Oké, dan ga ik voor... Ik ga weer voor de adder. Ja, dan ga ik voor de Zentorno. Nee, ik ga ook voor de adder. Dan hebben we dezelfde. Dat is wel leuk. Oké. Okay. Nou, cool. Let's go for it. Ik ga deze keer wat inzetten. Ik ook. Geen 10.000, ik zet 1.500 in. Oh, wow. Zo toeval, dat heb ik ook ingezet. Serieus? Ja. Oké, okay, nice. Dat is een mooi getalletje om de stream mee af te sluiten als inzet. Hopelijk ga je deze keer je headstart krijgen, Dylan. Oh, mijn eerste keer. Jij hebt hem nog in één keer gekregen? Nee. Je moet echt bij 0, 2, 1, 0. Ja, ik heb hem weer. Niet. Oh man, dat is apart, man. Maar mij lukt je... Nou, niet elke keer, moet niet overdrijven, maar heel vaak. Maar oké, maakt niet uit. Ah, fuck jou! Oh man, echt, man. Deze man, hè. Oh, ik zit vast, ik kut. Ja, per ongeluk. Ish, vanaf de zijkant geramd, ja, hele auto in de puin. Ik ging hard, maar jij ging remmen. Oh nee, okay. Ik land niet goed. Oh nee. Oh, ik zie jou in de lucht, man. Holy shit. Oh nee, ik ben niet goed geland. Normaal land ik altijd goed, maar nu niet. Oké, ik heb hem. Oh kut, ik ben ook niet goed geland. Holy shit, niet zo beetje ook. Lees hem even over. Echt, man, met die stuntmappen gaat het met mij de afgelopen tijd steeds wat minder. Ik moet het echt weer een beetje doorkrijgen, lijkt het wel. Oké, let's go. Ah, fuck, het gebeurt zo weer! Ik neig op een of andere manier bij die stuntmappen altijd een beetje naar de zijkant. Dat is heel apart. Ja, dat heb ik ook. Vooral met motors. Dat is echt heel raar. Maar in principe, ik ga het gewoon nog een keer proberen. Ja, nu is hij bij mij goed gegaan. Bij mij ook. En nu zweef ik perfect in de lucht. Goed. Ja, bij mij is hij echt helemaal perfect gegaan. Dit gaat echt goed bij mij. Oh, man. Ja, wrijf het er maar in, hoor. Hoe goed gaat het? Heel goed gaat het. Heel goed. Oké, dan ga ik weer een perfecte mooi maken, ja. Zo. Ja, nu begin ik het weer een beetje lichtelijk op de goede manier door te krijgen. Oké. Ja, heb ik ze allemaal perfect gemaakt. Nou, dat is mooi. En ik ook. Oh, shit. Oh, shit. Oké, gaat nog goed. Ik hoorde een aantal voorbijgangers schreeuwen. Waarschijnlijk omdat ze bijna aangereden worden door mijn auto. Maar dat maakt niet uit. Het lukt nog. Holy shit. Oké, hierin. Waar ben jij nu? Ik ben, best ver. Wanneer kwam je uit die garage? Ik ben bij een hele grote ram, dat ik van een berg af moet. Maar je bent zeker al lang bij die garage geweest, of niet? Garage? Ja, een soort van klein garage gedeelte. Een iets donkerder gedeelte, een soort van indoor. Ja. Kort indoor. Oh, kut. Ja, dan ben je echt heel ver voor me, inderdaad. Als ik hem in ieder geval maar kan halen, ben ik al wel tevreden. Come on, we can do this. Ik heb het gehaald. Ja, serieus? Oh my god. Oh, ik ben nu bij het berggedeelte. Oh ja, daar was ik net. Ik ga nu tenminste de berg op, zeg maar. Ik ga nog niet van de berg af, dat zal waarschijnlijk nog wel even gaan duren. Zie je dan zometeen een ramp? Ik ben nog niet bij een ramp geweest, een hele grote. Ik kom nu bij een ramp. Ja, dat was ik net. Yes. Ja, dat is die huge ass ramp, ja. Ja, en dan kun je een mooie salto maken bij die ramp. Ja, heb je dat gedaan? Ja, dat doe ik nu. Oh, ik ook niet. Oh, ik heb het niet gedaan. Ah nee, kut! Oh, explodeert die, man! Op je motor, hè? Fuck! Ja, dat is zo fucking... Oh man, dat is altijd zo retard dat dat gebeurt, hè. Dat is altijd het nadeel bij het maken van salto's. Ik kan wel een soort van spin maken, zeg maar. Zo, hoppakee. Oh yeah, guys. Oh yeah. En dan kom ik precies op mijn wieletjes. Oh, kut. Kom ik op het dak terecht. Wauw. Nee, Dylan, ik ben het aan het verpesten bij deze. Wij gaan het een beetje half. Ja, het kon bij mij goed gaan als ik niet op mijn mode terecht kwam en mijn hele mensheid opblaasde. Oh. Nu lukt hij helemaal niet meer bij mij. Zal ik op je wachten? Nou, nee hoor. Hoeft niet. Dan moet ik misschien wel heel erg lang wachten, hoor. Hij ging nog goed bij mij op het laatste moment. Had ik niet verwacht. Wanneer sprong jij zeg maar bij de UHS ramp? Bij 2 minuten volgens mij. Oké. Okay. Dan... Oh nee, shit. Dan loop ik een minuut achter op jou.
Nou, misschien wel iets later. Oh, kut. Ja hoor, Job. Rij met je auto even midden het veld in. Maakt niet uit. We hebben de tijd. Man. Ik wil mijn beloning. Oh, nee, kom op. Vast. Maar je hebt toch al gehaald? Nee. Oh, dat je het gehaald had. Nee. Oh nee, je vroeg of je op me moest wachten. Oh, ik dacht dat je daarom al bij de finish was, maar je bent er nog niet. Oh zo. Nee, ik ben er nog niet. Oké, ik maak nu weer even een perfecte sprong. Ik ga niet meer aanlopen kutten met rare salto's en dergelijke, want het gaat namelijk niet goed bij mij. Zo, hoppakeetje. Dit is een best wel lange map, maar hij is wel erg leuk qua hoeveel jumps en dergelijke. Gyms. Precies, dat is awesome. Nou, daar gaat hij. Hoppakeetje, nice. Ik ga de bochtjes door. Nu ga ik goed over al die jumps. Oh, ik bijna, maar nu maak ik weer een rare spin. Maar misschien kom ik nog wel... Oh, ik kom nog wel recht terecht tenminste. Hoe ziet jouw auto er op het moment uit? Is het een vermorseld cola blikje of valt het mee? Nee, ik heb nog één keer heel slecht geland. Oké, okay, ik eigenlijk ook, nou tenminste wel, ja wel, ik wel, want mijn hele motor klopt. Dus ik weet niet waarom ik zeg dat ik nog niet eerder slecht ben geland. 3, 2, 1. Oh ja hoor, met de countdown erbij. Ja, ik ga het niet meer halen. Ik ben nu pas bij dat je over die cactussen moet heen springen. Oh daar, ja dan ga je het niet halen denk ik. Ik denk het eerlijk gezegd ook. Je hebt maar 18 seconden, nee dat lukt niet. Ah shit, kan ik nog één ramp krijgen? Last minute, 10, 9, 8... 7, 6, 5. Nee hoor. Ja, vlieg maar van de bergje af. Ja, precies. Dat is wat er gebeurde. Oh. Ja, jij hebt het in ieder geval gehaald. Ik krijg geloof ik wel een klein beetje punten. Nee, tuurlijk niet hoor. Geen JP voor deze. Wat is JP? Ik heb geen eens een idee wat het is. 15 JP. Ik weet niet eens wat het is. Hoeveel geld heb jij er wel niet gekregen als ik 3000 krijg? 1000. Oh, nou, dat is netjes. Jongens en meisjes, tweet nog even 1 seconde mee, want wij gaan het hier belaten voor deze stream. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor de super... Ook nog? Beide? Donaties, of er nog wat bij is gekomen. Oh ja, ik zal het voor de zekerheid checken. Op dit moment geen nieuwe donaties. Maar voor de mensen die gedoneerd hebben, bedankt. Super tof. En voor alle mensen die er waren bij deze stream, super awesome dat jullie allemaal hebben gekeken. We hebben er zeker weten van genoten. Vergeet natuurlijk nog niet even de komende 1 minuut even massaal mee te tweeten. Want jongens en meisjes, dit is namelijk het einde van de livestream. Van de bijna 4 uur durende livestream. Ja. Het was awesome, we hebben heel veel geleveld in GTA, we hebben een heist gedaan, het was super tof. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Als je dit kijkt op YouTube, vergeet dan zeker niet even een like te geven. Check dan even Dylan's kanaal in de beschrijving. En hopelijk zien we jullie dan bij de volgende GTA video, de volgende GTA stream of wat dan ook. Hier op twitch.tv/doemaargamen of misschien wel hier op youtube.com/doemaargamen. Dylan, vond jij het een awesome stream? Ik vond het super leuk. Ik vond het ook als jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. Ram zoveel mogelijk tweets met hashtag Doe Mijn Live trouwens. En laat de buitenwereld weten dat het een awesome stream was. Wij gaan dat nu nog even lezen. Zoveel mogelijk tweets als jullie kunnen. En wij zien jullie graag de volgende keer. Later!